geworden. Ik loop even naar de... Dat geldt natuurlijk voor de leden van de raad, maar dat geldt zeker voor de aanwezigen op de publieke tribune, de mensen die ons via internet volgen, vertegenwoordigers van de pers, leden van het college. We hebben nu staan dat we eerst even de loting zullen verrichten, maar daarvoor hebben we wel de nodige attributen nodig, want daarmee wordt de sprekersvolgorde bepaald. Maar misschien is het goed dat ik intussen... als soepeltjes overgaan naar de andere punten die bij punt 2 vaststellen van de agenda aan de orde komen. Zoals u heeft gezien in de agenda hebben de agendapunten 4 en 5 heel veel met elkaar te maken. Dus die worden ook tegelijk in bespreking gegeven met bij punt 5 dan uiteindelijk de besluitvorming. Handtekeningen voorzien ingeleverd hier bij de griffier en u treft die ook aan op uw... tafel. Ze zijn genummerd en kunnen dus ook via het nummer heel goed worden besproken. Dat even wat dat betreft. En daar hadden we al op gerekend volgens mij, maar er was wat onduidelijkheid over. We gaan uit van in eerste instantie, als u begint in de tweede termijn, van 5 minuten spreektijd. Dan gaan we nu over tot de loting. Eerst maar de volgorde van spreken. Dat zal met name dus gelden voor het gecombineerde agendapunten 4 en 5. CDA. De VVD. Dan de VVD. Ik heb begrepen dat de heer Walter een vraag heeft. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag is bij mij te kennen gegeven dat de huidige exploitant van het Walvoort en het Blauwe Meer, de NLG, dat die de zaken over gaat dragen aan de voormalige exploitant Optispot. Is dat bekend bij het college? En zo ja, hadden wij daar niet over geïnformeerd kunnen zijn. En hoe gaat dat verder? Dus dat vindt wat plaats waar wij geen weet van hebben. Dus ik zou er graag wat meer van willen weten. Dank u wel. Ja, wethouder Kok namens het college. Het college is niet geïnformeerd. Het college heeft vanmiddag wel kennis genomen van berichtgeving in de Stentor, was het geloof ik, over zeg maar, de overname door Optisport van de Coné Groep. Het is wel zo dat in de overeenkomst die we hebben met NLG staat dat zij van de gemeente toestemming moeten hebben mochten zij de exploitatie in handen van de ander gaan geven. Dus... zij zullen nog met ons in gesprek moeten als ze het al willen. En daar gaan we dus over in gesprek of wij dat ook, zeg maar, of wij dat zouden moeten willen. Het kan nooit een eenzijdige actie zijn van beide partijen. Oké, okay. Voldoende. Was er verder nog iemand die gebruik wenst te maken van het vragen? Het leuke, voorzitter, van de begrotingsvergadering is dat wij breed met z'n allen over visie, beleid, over het hele terrein met elkaar spreken en debatteren. Het vervelende is echter dat de spreektijd wat beperkt is. Meneer Bruil, het is niet anders. Maar uw talenkennis is ongetwijfeld zeer goed in de beschrenkung, zegt in meester, zegt men. Het restant. Wij beperken ons daarom als in het eerste bijdrage tot de zaken die ons na aan het hart liggen en ook onze amendement en motie. En het restant komt dan in het debat en in de tweede ronde, zoals u aangaf. Eerst wil ik wat zeggen over het VAB-fonds, het asbestfonds, ook wel genoemd. Goed dat u zoveel geld uittrekt, college, voor het opruimen van asbest in vooral agrarische gebouwen. Nog nooit is er zoveel geld opzij gezet voor nieuw beleid. Maar het is ook nodig. 2024 is dichtbij. Compliment ook dat u de keukentafelgesprekken gaat organiseren met boeren op een heel breed terrein. De agrarische sector kent tal van problemen, ook sociale problemen. En het is goed dat hiernaar geluisterd wordt en meegewerkt en in samenhang naar oplossingen wordt gezocht. Een aanbeveling van onze kant, betrek vrijwilligersclubs als Boerenkans en zorg om boer en tuinder die hun waarde bewezen hebben bij deze gesprekken. Vraag aan het college, bent u ook van plan om deze organisaties bij die gesprekken te betrekken? We zijn kritisch ten aanzien van de ontwikkelingen bij Buurt AZ. Het komt niet echt van de grond, vinden wij. En opmerkingen ook van collega's in de algemene beschouwingen, weinig sturing, niet zichtbaar, niet vindbaar. Is er wel behoefte aan, vragen we ons wel eens af.
Als een project geen meerwaarde heeft, is voor CDA stoppen ook een optie. Maar we wachten uiteraard uw rapportage aan het einde van dit jaar af, zoals uw college aangeeft in uw beantwoording. Dan amendementen en moties waar we zelf bij betrokken zijn. 5.2 CDA-amendement om voor 8 muziekkorpsen het instrumentengeld te verhogen met €3.000 van €2.353 naar €5.353. Er ligt ook een motie van collega's om bij vaststelling van een nieuw subsidiebeleid uiterlijk juni 2018 de subsidie te verhogen. Waarom is ons voorstel beter? Wil ik u graag van overtuigen. Op de eerste plaats omdat de nood hoog is. Niet alleen bij verenigingen die voorheen oud papier ophaalden, maar zoals we in de RTG merkten, bij alle korpsen. De begrotingsvergadering is er ook voor om dit soort correcties toe te passen. Ervaring uit vorige tijden, uit 2014, leert ons dat het instrumentengeld de knop is waar je het best aan kunt draaien. Voetballers hebben een voetbalveld, turners hebben een sporthal, muzikanten hebben een instrument. En daar waar de grote kosten zitten. Dat de muziekverenigingen wat dat betreft zwaar hebben, hebben de collega's, de indieners van de motie, uitstekend verwoord in hun overwegingen. Ik hoef ze niet te herhalen. En als je dat weet dat het zo is, dan moet je er wat aan doen. En dan stellen wij, doe het nu en doe het meteen duidelijk, met een duidelijk bedrag. Dan weten de verenigingen waar ze aan toe zijn. Dat geeft zekerheid, dat geeft rust, je geeft vertrouwen en je spreekt waardering uit. En ook in de motie is heel duidelijk de tendens, er moet wat bij. We hebben gekeken naar de richtlijnen van de KNMU, de landelijke vereniging die op dit terrein actief is. En daar zitten we, als we kijken, nog steeds met die verhoging dik onder de aanbevelingen die van de KNMU komen. Dan kunt u natuurlijk zich afvragen, geeft u daar niet weinig? Het zou misschien wel meer kunnen zijn. Nou, 2018 en vermoedelijk toch het eerste half jaar van 2018 is er een algemene evaluatie van het gehele subsidiebeleid en dan kan er altijd nog verfijning, aanpassing en dergelijke worden toegepast. Maar geef ze nu dit, zodat ze verder kunnen. Tot zover dit onderdeel. Dan het amendement Aaltense uitdaging, die we onder meer met goed werk, met mooie resultaten, we mochten het vorige week ook weer horen. Heel belangrijk is ook de goede inbreng van het bedrijfsleven, die heel duidelijk ook haar sociale kant hier laat zien. Maar, zo staat ook in dit amendement, over 2 jaar wel op eigen benen staan. Dus van harte gesteund. Dan de motie over subsidieaanvraag voor gratis wifi in openbare ruimtes. Een motie door mijn collega Gert Assink van het CDA ingediend samen met enkele andere partijen hebben we gezien. Een goede zaak. Je hoeft nauwelijks uitleg gegeven te worden. We zouden zeggen aanvragen en zo snel mogelijk zodat we niet buiten de subsidiepot vallen. En ten aanzien, ik dacht 5 minuten langer duurde mijn beleving maar. Ja, ik vroeg het ook al aan de griffier. Heb je echt wel op 5 minuten gezet? Maak uw zin maar even af. De laatste zin ten aanzien van moties en amendementen van andere partijen hebben wij de nodige vragen. Maar die bewaren we graag voor het debat zo straks. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wessels. Voor de VVD. Meneer voorzitter, uiteraard willen wij uw college en uw ambtenaren bedanken voor alle informatie en antwoorden. De algemene beschouwingen van alle partijen laten zien dat de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. De coalitiepartijen geven zichzelf schouderklopjes over de uitvoering van het coalitieprogramma Iedereen. En de oppositiepartijen geven aan dat nog te weinig is bereikt en dat er zelfs belangrijke zaken zijn blijven liggen. Echte beleidspunten in de begroting 2018 ontbreken en worden doorgeschoven naar de nieuwe raad en het nieuwe college. Een belangrijk punt wat de gemeente Aalten nu en in de toekomst raakt, is de samenwerking in de Achterhoek. Dit wordt op enkele partijen na niet benoemd, terwijl dit wezenlijk is voor een daadkrachtige regio. Onze fractie wil de samenwerkingsvorm voor de toekomst van Aalten in de Achterhoek zo spoedig mogelijk bespreekbaar maken. Onze fractie wil meer bereiken met een betere infrastructuur, meer bedrijvigheid creëren voor zowel de bedrijven op het bedrijventerrein, de middenstand en de toeristische bedrijfstak. Dit kan niet zonder een brede aanpak en samenwerking in de regio.
Op lokaal niveau moet er meer gebeuren dan alleen herstructureren van bedrijventerrein. Er moet meer bedrijventerrein wat ons betreft bijkomen in plaats van gepruts over de vierkante millimeter. De muziekverenigingen hebben het moeilijk door de hoge aanschafprijzen van de instrumenten en het onderhoud daarvan. Wij zien de waarde van deze verenigingen voor onze gemeenschap en deze rol moet ook wat ons betreft voor de toekomst behouden blijven. Het college zal de subsidievergoeding hierop herzien en we zijn blij dat dit op zeer korte termijn door het college wordt opgepakt. Bij de behandeling van de woningbouwplanning hebben wij onze zorgen over het te bouwen aantal woningen al geuit. In de algemene beschouwing van andere partijen wordt nu ook de noodzaak van huisvesting aan jongeren benoemd. Onze fractie heeft destijds en ook nu de suggestie gedaan om met creatieve oplossingen te komen en desnoods tijdelijke woningen te creëren. Wij vinden het dat het college, maar ook de woonplaats, dit snel zou moeten oppakken om zo de jongeren voor onze gemeente te behouden en te faciliteren. Wij gaan ervan uit dat alle partijen na de verkiezingen een breed gedragen raadsprogramma gaan uitvoeren om zo Aalten toekomstbestendig te maken. Over de ingediende moties en amendementen zullen wij in tweede termijn reageren. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuizen. Dank u wel, voorzitter. Raad, belangstellenden. Allereerst een kort woord van dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. En vanavond zijn we aan de finale besluitvorming rond de begroting 2018. We maken over de diverse algemene beschouwingen. We zullen daar niet zo heel lang bij stilstaan, maar in ieder geval even een paar dingen noemen. We zullen een aantal beantwoordingen van het college aan de orde, vanuit het college aan orde stellen. En mocht er dadelijk tijd overblijven, dan loop ik even langs naar de amendementen en de moties en anders komen die later. De ChristenUnie vindt het jammer dat het voorstel dat vooral de progressieve partij de sociale paragraaf van onze gemeente negatief kleurt. Als ChristenUnie-fractie hebben we eens even rondgekeken, wat onafhankelijke bronnen geïnformeerd, onder andere de gemeentelijke duurzaamheidsindex die vorige week, twee weken terug, weer nieuws opgetuigd is, of de nieuwste cijfers laten zien. En als we dan ook zien welke nominaties, sociale prijzen en wat er allemaal niet meer is gebeurd, dan kan het natuurlijk altijd beter. Ik denk dat we dat ook mogen zeggen. Maar om dat te zeggen dat het altijd slecht doet, ik denk dat dat ook niet helemaal bezijdende waarheid is. Ze dan ook zien daarin de klanttevredenheidsonderzoek, waar we vorige week hier in, de zaal, in deze zaal nog een presentatie van hebben gehad. Dan weet de cliënt van de WMO heel goed de weg te vinden. Ambtenaren weten heel goed de mensen te wijzen waar ze moeten zijn. Dus jeugdzorg, daar zijn toch nog wel wat dingen te noemen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat werd vorige week ook duidelijk genoemd. Mag ook gezegd worden. Aan de andere kant moeten we ook zeggen, daar zijn we naar het katten bezig. En ook het college heeft dat eigenlijk wel onderkend, ook in de beantwoording, dat ze gezegd hebben, daar willen we op vragen van onze zijde ook diepe onderzoek aan doen en kijken wat we daar kunnen doen. Meerdere fracties hebben daarop gevraagd en ik denk dat dat gewoon heel goed is om dat ook voor het licht te houden. De opmerking van de HMV-fractie rond de bedrijfsontevredenheid, die verbaasde ons ook enigszins. De laatste tijd zelf wat met activiteiten op dat vlak bezig geweest, bouwen en dergelijke, wat er allemaal bij hoort, vergunningen. En dan valt het op dat er toch heel veel bedrijven zijn die daar toch een ander geluid voor al te laten horen. Viel mij in ieder geval op. Misschien is het juist wel gekleurd van de ene kant, gekleurd subjectief van de andere kant. Misschien moeten we eens een keer een klein onderzoekje daarop laten loslaten en zeggen van nou, wat is nu werkelijk het punt waar we staan in Aalten. En dat geldt eigenlijk ook de opmerking richting de PP. Vanavond hebben ze daar ook nog een motie voor liggen. Dat zou misschien best eens goed zijn om ook eens een onafhankelijk iemand te laten over je schouder mee te laten kijken, zodat bepaalde suggestieve vormen dan weggenomen kunnen worden. De heer Veldhuis, u wordt op uw wenken bediend. Ik heb het hier precies staan, de regionale samenwerking. Wij hebben daar in de algemene beschouwing hebben we daar niet heel veel woorden aan gewijd. Ik wil er nu toch een paar extra woorden aan wijden. Regionale samenwerking kan op dit moment niet meer zo zijn. Vrijheid, blijheid. Als we ergens voor kiezen en samen willen werken, dan zit daar gunnen bij. Soms moet je het eenmaal gunnen. Soms krijg je van de ander wat meer. Soms moet je wat pijn lijden. Soms heb je een extraatje.
Maar als er in de regio Achterhoek een keus gemaakt gaat worden de komende maanden in december, hopen we daar een voorstel voor te hebben. En die wordt breed, of in ieder geval democratisch, door de gemeentes aangenomen. Dan zullen wij als ChristenUnie daar ook aan werken, wat die uitkomst ook is. Maar wat voor ons nog heel erg voorop staat, dat is dat er geen extra bestuurslaag tussen moet komen. En dat als raden aan het begin van het proces betrokken worden bij wat er gaande is. En ik denk dat we dan ook best in de regio Achterhoek een goede vorm van samenwerking kunnen vinden hoe we daarmee verder mee moeten. Een beantwoording van het college over de AWRO, dat is het Achterhoekse Woon- en Leefbaarheidsonderzoek 2017. Die beantwoording kunnen we eigenlijk van harte wel ondersteunen. Maar ook, en dan treft de vierde heer Veldhuizen, die noemde het zojuist ook al, en ook in andere algemene beschouwingen, dat we de komende maanden toch wel wat, de eerste jaren toch wel wat zorgen hebben over het aantal woningen. Dat we daar misschien toch wel in tijdelijkheid, flexibiliteit in moeten denken, ook met regels hoe we dat tijdelijk gaan doen. Maar die stip aan het eind, die is denk ik wel heel erg helder. In 2025 zullen we wel die goede woningen op de juiste plek moeten hebben staan. En ik denk dat we die wel overeind moeten houden. En onze fractie zal daar zeker aan meewerken. Dan nog een puntje wat diverse fracties ook hebben uitgesproken in een algemene beschouwing. Dat is het onderhoudsniveau van de verschillende kernen. Alten, Dinxperlo, Bredevoort. En dan bedoelen ze allemaal de echte kleine kern. Nou, dan komt het van het college zegt van nou, daar willen we best naar kijken. Als jullie de exacte begrenzing aangeven. En daar is misschien wel de moeilijkheid, want we zitten hier misschien 21ste. Dus eigenlijk is onze vraag van nou, hoe gaan we dit met z'n allen oppakken om een fatsoenlijke begrenzing boven water te krijgen. En dan moet ik stoppen. Nee, u begrijpt, ik moet even improviseren met de verschillende teksten. Dus dank u wel, voorzitter. Om te beginnen wil ook ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de voorbereiding van deze begroting, deze bijeenkomst. Ik vraag me dus wel af of die voorbereiding met een begrotingscafé, een RTG, schriftelijk algemene beschouwing, beantwoording ervan misschien niet al te uitvoerig is, zodat we eigenlijk vandaag nog maar vrij weinig te verhaalstukken hebben. Maar goed, dat laat ik rusten. Zelfs de behandeling vandaag is trouwens gestuurd. We moeten reageren op elkaars algemene beschouwing en op het antwoord van BMW op onze algemene beschouwing. Ik zal allebei doen. Voor het eerst zal ik ingaan op de amendementen en moties. Dat zou ik dan bij het volgende agendapunt doen, maar dat kan ook in tweede termijn wellicht. En voor het, wat betreft het tweede zal ik vooral ingaan op hetgeen het college op onze inbreng heeft geantwoord. Ik vond de algemene beschouwing over het algemeen van zeer behoorlijk niveau. Dat wil ik dan nog wel even zeggen. Wat het college op onze inbreng heeft geantwoord, en dan nog alleen maar op twee punten. In eerste plaats de bestuurlijke vernieuwing, bladzijde 1 van de antwoordnotitie. Dat wordt vooruitgeschoven tot het naar het volgende kabinet, zal ik maar zeggen, de volgende college. Dat is jammer, want we hoeven natuurlijk daarmee niet te wachten met ideeën naar voren te brengen, met standpunten bepalen over wat er misschien zou kunnen gebeuren, tot dat volgende college is aangetreden. Het is een beetje gemakzuchtig van het huidige college, is mijn constatering. In de tweede plaats de regionale samenwerking. Het klinkt misschien een beetje gek, maar HNV houdt wat dat betreft vast aan het collegeprogramma. Dat de gemeenschappelijke regelingen kritisch zouden moeten worden bezien en waar mogelijk zouden moeten worden afgebouwd. We lezen tegenwoordig elke week in de Graafschap, de Gelderlanden neem ik kwalijk, dat er plannen zijn. De burgemeester van Doetinchem, de burgemeester van Winterswijk en er is kennelijk ook nog een wethouder van Bronckhorst bij betrokken. Die dan zeggen van er moet een soort regio, een achterboord moet er komen, een regiobestuur. Wij willen dat eigenlijk helemaal niet en we zouden graag willen dat het college een krachtig tegengeluid laat horen richting deze figuren, zoals trouwens ook uit andere gemeenten al wel is gehoord, dat we niet die kant op moeten van een soort tussenlaag, een soort regionaal bestuur. Los van de vraag of het democratisch kan zijn, want de raadsleden schijnen er allemaal bij betrokken te zijn, alle 170 in die Achterhoek board.
Maar laat ik zeggen, als daar het beleid gemaakt wordt, dan komt het ver af te staan van onze eigen burgers. Als we tenslotte, als we één ding zouden moeten hebben geleerd uit de discussie over dat stoplichtenmodel, de woonagenda, dan is het dat het risico bestaat dat het vasthouden aan regionale afspraken, het vaststellen van regionaal beleid op het hoge niveau en het vasthouden daaraan, dat dat ten koste kan gaan van de belangen van onze eigen burgers. Dat dat kan gaan overschaduwen. En dat willen wij niet van HNV. Wij willen het regionale of het lokale bestuur bij de lokale burgers van onze gemeente houden en niet op een hoger niveau brengen met alle ingewikkelde verbanden van dien. Ik heb nog tijd, denk ik. Dan doe ik gelijk even de volgende agendapunt. Wat mij betreft dan, hè. Dat zijn de, even kijken, vorige. Dat zijn de moties en amendementen. Dan kan ik dat meteen even meenemen. Amendement 5.1 over het raadsbudget. Daar zijn we het volkomen mee eens en zullen wij ook steunen. Amendement 5.2, muziekverenigingen. Hoezeer wij ook sympathie hebben voor deze muziekverenigingen, wij vinden dat dit iets te snel gaat. Het is een subsidie, het wordt verhoogd. Op zich is daar natuurlijk niet zo gek veel tegen, maar je kunt volgens mij niet voor de motie nummer 5b zijn. En dan ook nog voor amendement 5.2. Wij zijn voor de motie 5b. Als we die zouden aannemen, zouden we een afvalonderzoek kunnen doen naar wat nou gewenst is voor die muziekvereniging. Alle landelijke richtlijnen daarbij in acht genomen. En ik kan me ook nog wel andere constructies voorstellen dan het alleen maar geven van een subsidie aan die muziekvereniging. Dat zou ik ook graag uitgezocht willen hebben. Motie 5, welke was het ook alweer? Daar zijn we dus voor motie 5b, neem niet kwalijk. Ja, de Aaltense uitdaging. Er wordt voortreffelijk werk gedaan, hoor ik. We zouden daar wel mee willen instemmen, maar dan zouden we toch graag eerst wat informatie willen hebben op papier over de concrete resultaten van die Aaltense uitdaging. De toelichting zoals die in het amendement staat gaat vooral op het gevoel wat ons betreft. Dus we horen graag wat er dan concreet bereikt is met die Aaltense uitdaging. Motie 5a zullen wij niet voorstemmen. Dat gaat over die wifi. HNV is voor een wifi-vrije ruimte in het centrum van Aalten. En motie 5c, ook daar zullen we niet voor stemmen. We vinden dat als apart instrument overbodig. Dank u wel. De volgende fractie is die van de... Ik ga in op de antwoorden van BMW en de vragen die we aan de raad gesteld hebben. Dus ik verwacht daar ook in de discussie dat we daar op in kunnen gaan. In elk geval dank voor de antwoorden die ons allemaal toegestuurd zijn. We steken de positieve antwoorden op onze vragen en die van andere fracties graag in onze zak. En een paar onderwerpen, een paar opmerkingen over enkele andere antwoorden van het college. HNV had net er ook al over, die vraagt om een programma voor bestuurlijke vernieuwing. Het college schuift dit door naar de volgende periode. Daar zijn we het ook niet mee eens. Onze fractie heeft een groot aantal haalbare voorstellen gedaan. Die moeten juist voor de verkiezingen besproken worden. Zoals hoe gaan we om met het raadsprogramma en het collegeprogramma. Zie ook de uitnodiging van 6 december naar een raad in beraad. Daar moeten we nu mee aan de gang. Concreet leggen wij al een verbetering aan die voorraad. Wat vindt u ervan het idee om de raadsmededelingen een vast agendapunt te geven op de RTG-agenda's? De deelnemers aan de RTG's kunnen dan ter plekke over die raadsmededelingen verduidelijking vragen en informatie vragen. Dat scheelt weer vragen op vragen op vragen en dan kun je het in één keer afhandelen. Graag uw reactie erop. Pagina 2 gaat het over grensoverschrijdende subsidies. Op pagina 12 gaat het over een servicepunt voor organisaties met vrijwilligers. Dat is iets anders dan een vrijwilligerservicepunt. En over het rekenkameronderzoek buurthuizen. Het college legt het nog één keer uit hoe het zit. Maar die uitleg gaat voorbij aan vragen vanuit de organisaties en samenlevingen. Die vinden alle verplichtingen, aanvragen, eisen aan subsidies en bureaucratie te ingewikkeld. En verwachten een meer meedenkende en adviserende houding van de gemeente. Dan volstaat niet met verwijzing naar de opdracht van Figelus. We zijn benieuwd of ook andere fracties deze geluiden in de samenleving horen dat alles te ingewikkeld en te complex is en dat men daar hulp bij wil.
Het is jammer dat het college ons voorstel uit januari 2016 over de aanpak van leegstand niet goed heeft gelezen. In dat voorstel voor leegstandbestrijding naar het model van Nunspeet zit dus ook geen bestuurlijke boete of dwang, maar wel gestructureerd overleg en voorstellen voor de invulling van leegstaande winkelpanden. Wij wachten trouwens ook nog op voorstellen van onze collega's van HNV en CDA om een sloopverplichting in te voeren à la Broncos. Als die niet komt, dan komen we er zelf wel mee. En dat is dus ook wat anders dan een leegstandsverordening, maar voor een aantal panden in de kern Aalten in elk geval wel misschien handig dat je een sloopverordening hebt. Afvalbeleid. Wij proeven een niet samenwerkende en enigszins hautaine houding bij het college als het gaat om afvalverwerking. Er komen ideeën uit de samenleving die nauwelijks gehonoreerd worden. De raad wordt buiten spel gezet als het over grof afval gaat. En de bewijsvoering over bijvoorbeeld het relatief groot aandeel restafval in het buitengebied is wel heel erg uit de lucht gegrepen. Wij kunnen voor hetzelfde geld beweren dat dit komt door het niet herinvoeren van de groene container in het buitengebied. Wij nodigen het college uit om op dit gebied niet te denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, maar samen met Rova en de samenleving aan de slag te gaan. Om het afvalaanbod te verminderen en beter te scheiden. Wegwerkzaamheden. Ook hier constateren wij een gebrek aan empathisch vermogen. Als je als college de signalen uit de samenleving serieus wilt nemen, zul je die ook moeten opvangen. Het gaat dan ook niet om dat mensen niet begrijpen dat bij wegwerkzaamheden de route zeker niet voor gehandicapten een beetje moeilijker begaanbaar is. Vervelender wordt het als het helemaal niet begaanbaar is. Het zou ons als gemeente een eer moeten zijn dat in welke situatie dan ook gewone voetgangers en voetgangers met een beperking doorgang kunnen krijgen. Raad, we hebben u een aantal discussiepunten voorgelegd en graag zou ik daar een reactie willen hebben en straks in het debat. Ook de regionale samenwerking, zoals de vorige sprekers deze hebben aangevoerd. Wat vindt u van het idee om dat aan de hand van een uitgewerkte casus te doen, zodat wij begrijpen waar het over gaat in die regionale samenwerking en grip te krijgen op de praktijk? En niet alleen maar grote woorden hebben, de hand aan de ploeg en we moeten vooruit, maar dat we begrijpen wat het in concrete situaties betekent. Er zijn ook heel veel ideeën in de samenleving over inrichting van de openbare ruimte, woonvormen, tijdelijke huisvesting, energietransities enzovoort. Dit alles met het oog op de nabije toekomst en veranderende vraag. Wat vindt u, raad, als idee om eens een aantal ontwerpers en denkers, in de algemene beschouwing hebben we namen of groepen genoemd, uit te nodigen voor een soort ontwerpatelier ter inspiratie en ons te helpen met het denken over de toekomstige behoeften. Dat kan, zeg maar, de tijdelijke woonvormen kunnen daarin, de tiny houses, de tijdelijke huisvesting enzovoort. Derde vraag aan de raad. Wat vindt u van het idee om tegen het einde van deze raadsperiode eens een dagexcursie te houden met bezoeken aan duurzame projecten en haalbare initiatieven om het gebied van bouwen, wonen en RO, om de duurzaamheid een boost te geven? En de laatste vraag. Ziet u een taak voor de raad om het openbaar vervoer en de basismobiliteit werkend te houden? Mobiel gedeeld in Bredevoort houdt ermee op, dat is heel erg jammer. Maar kunnen we alternatieven verzinnen om die basismobiliteit en openbaar vervoer in onze regio goed te krijgen? Over de moties en amendementen zal ik straks in tweede termijn ingaan. Dank u wel, meneer Wekering. Dank u wel, voorzitter. In de inleiding staat: mijn uitstel, ofwel uitstel, is gevaarlijk. Dat is ook zo. Maar soms is het best verstandig om even te wachten. Even te berusten op datgene waar je van plan bent. Want er kan nog wel vooruitschrijdend inzicht komen. Gemeentebelang durft zelfs ook nog wel achteruit te kijken. Om te zien wat we hebben achtergelaten. Hier is niets mis mee. Maar zolang je dit maar met een positief denken en doen invulling geeft. Helaas moeten wij echter constateren dat dit niet voor alle partijen blijkt op te gaan na het lezen van hun algemene beschouwing. Van verschillende partijen was de stijl van schrijven chagrijnig en soms zelfs venijnig. Aan deze vorm van negatieve profilering doen wij in ieder geval niet mee. In het afgelopen jaar is er meer gebeurd dan, zoals sommigen het willen doen geloven, alleen maar op de winkel passen. Op zich is hier in beginsel toch ook niets mis mee. Want starten vanuit een gezonde basis is toch zonder meer goed. Maar zelfs die veronderstelling dat er alleen maar op de winkel gepast is, is niet correct. Wanneer men de moeite zou nemen om de site Weet waar je gemeente staat te bekijken, dan zie je pas veel meer wat er gedaan is. Daarnaast zijn we dit jaar als gemeente
door onafhankelijke organisaties beloond met de nominatie een pluim van de landelijke AMBO. En uitgeroepen tot de dementievrije gemeente, of vriendelijke gemeente, door de Alzheimervereniging. En dan zijn we ook nog een gouden sociale gemeente. Hiervoor is toch echt wel wat meer nodig dan alleen maar oppassen op de winkel. Gelukkig blijven er altijd uitdagingen en kunnen we hier met een positieve blik naar blijven kijken. Zo hebben wij vrij recentelijk de noodkreet van de muziekkorpsen kunnen vernemen. En dit is zeker niet aan ons voorbij gegaan. Wij willen samen met het college een oplossing zoeken voor het nijpende probleem. Maar we willen dit wel kunnen verantwoorden naar andere verenigingen. Het nu snel geld vrijmaken, zoals door het CDA-voorstel in het amendement is gedaan, is voor ons betreft geen juiste weg. En valt voor ons dan ook onder de kop profileringsdrang, helaas, richting de verkiezingen. Wij willen, zoals ook in deze motie verwoord, een goed overwogen besluit hierover kunnen nemen. En ik heb het al meer sprekers horen zeggen. En zullen dan ook om die reden niet instemmen met het amendement dat hier is ingediend. Over de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de algemene beschouwing, daar zit er nog wat verdeeldheid. Soms zijn we hierover tevreden, maar niet altijd. De beantwoording over de asbestproblematiek, dat richt zich voor ons, naar onze mening, op de agrarische sector, terwijl deze problematiek veel breder is. Denk hierbij aan de vrij recentelijk voorval aan de Nieuwstraat in Dinxperlo, maar ook particulieren, waar ook particulieren bij zijn betrokken. Over de beantwoording van de uitbreiding formatie ten behoeve van de regionale samenwerking was onze conclusie, het zal. Kunt u ons een overzicht geven hoe dit in verhouding staat met de overige gemeenten? Niet dat we tegen samenwerking zijn, dat hebben andere sprekers ook al aangehaald. Kunt u ons een... Oh nee. Met betrekking tot de overige vragen zijn we tevreden over uw positieve inzet en we zullen dit de komende tijd blijven volgen. Voorzitter, dan nu onze reactie op de overige moties en amendementen. Allereerst de Aaltense uitdaging, dat spreekt voor zich. Ik wil daar in de derde termijn nog best nader op toelichting geven, want er was net gevraagd. Het amendement met betrekking tot de opvoering van het raadsbudget voor scholing, onderzoek en ondersteuning hebben wij mede ingediend. Wij vinden dat gezien de toename van taken en de complexiteit hiervan een raad goed toegerust moet zijn en dat scholing, bijscholing en training daarbij van belang is. Een werkgever verwacht van zijn werknemer dat ze goed toegerust zijn op hun taak en dat moeten wij dus eigenlijk ook zijn. Ook onze inwoners mogen dat van ons verwachten. Over de motie met betrekking tot het minima effectrapportage willen wij eerst de wethouder horen, hoe hij hier tegenaan kijkt. Wij hebben het idee dat een rapportage en nieuwe initiatieven die er nu zijn elkaar kruisen. Met als gevolg een incomplete rapportage en daar heeft toch ook niemand wat aan. De motie over het onderzoek aanvraag subsidie voor de wifi hebben wij mede ingediend. Wij zien dit als een verruiming van de gemeentelijke dienstverlening naar onze burger. Dan zijn er nog raadsvragen. De ChristenUnie met betrekking tot de verbonden partijen en de PP wil samen met de raad discussiëren over diverse onderwerpen. Voor wat betreft het voorstel met de verbonden partijen kunnen we helder zijn. Ik moet afsluiten. U mag de zin afmaken. Mag ik hem afmaken? Voor wat betreft het voorstel met betrekking tot de verbonden partijen lijkt het ons een prima voorstel om per toebeurt deze uit te nodigen om een toelichting te geven op hun begroting. Wij zijn wel van mening dat ook een deel van dit door het college gedaan zou kunnen worden, want daar zit toch uiteindelijk ook meestal een bestuurder in het AB of DB. Over de discussiepunten waar de PP op komt, daar komen we dan in de derde termijn op terug. Voor zover. Dank u wel. Zoals ik had gezegd, lijkt hem... Ja, voorzitter. Succes moet je uitdragen. Het glas is vaak half vol. In Aalten is hij zeker half vol. Ruim half vol, zou ik haast zeggen. Op de sociale sector is daar de collega's al op gewezen. Je kunt het chagrijnig bekijken van het kan allemaal veel beter, kan anders en het kan ook vaak beter. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
Hetzelfde halfvolle glas zien we bij de Achterhoek, de regio die door meerdere benoemd is en niet door mij in de eerste regio, of in de eerste inbreng. Ik heb ook geërgerd aan het artikel in de Gelderlanden waar het beeld wordt geschetst van een toch wat achtergebleven gemeentegroepen die elkaar dwars zit. Maar gelukkig zijn er twee jonge strijdbare burgemeesters en die zullen het allemaal nog even overbrengen. Nou, dat beeld herkennen wij totaal niet. Binnen de Achterhoek is een van de meest samenhangende regio's van Nederland. Dat blijkt, begin maar met dialect, maar het hangt samen, het heeft met elkaar te maken. Er is een gevoel van eenheid. En natuurlijk zijn er een aantal onderdelen die daar zo nu en dan tot enige gevecht leiden. Maar ze komen er altijd weer uit. En dat is politiek. Het is niet te verwachten als je grotere eenheden of wat ook, dat je dergelijke... verschillen zeg maar tussen regio's, tussen gemeenten wegpoetsten of dan ofwel je schoffelt ze onder en dat lijkt me een zeer slechte zaak. Huisvesting, creatief omgaan met huisvesting, met de VVD uiteraard, dat vinden wij positief iets. ChristenUnie zei ook iets dergelijks, meen ik. Ook wij streven naar creatieve oplossingen. Wij vinden ook dat er goed gekeken moet worden naar het verloop zeg maar, van de koop, verkoop en de voorraden. De AWLO doet daar goed onderzoek naar. Even kijken. Ik heb nog, nog even wat opmerkingen van die aan de raad gericht zijn. En terecht vraagt onder meer PP daarnaar. Ik probeer even een beetje in de telegramstijl op te antwoorden. De eerste opmerking richting raad was de raadsmededeling op de RTG aan het einde te zetten. Dat is een organisatorisch iets. Wij zijn er niet voor. Gewoon heel organisatorisch. Je zou namelijk elke keer alle vier wethouders moeten optrommelen naar de RTG. En wij zien, ik zeg toch even altijd een beetje kennende, dat vraag weer de vraag en dan vervolgens dan weer de schriftelijke vraag worden geantwoord. Wij zijn best tevreden over deze wijze van omgaan. Met zaken. Iedereen kan vragen stellen. Die worden ook altijd keurig beantwoord. En wanneer men een raadsmededeling aan de orde wil stellen, kan dat via een vrij eenvoudige procedure via de agendacommissie. En die wordt altijd gehonoreerd. Dus even, ik maak er toch al aardig wat zin in aan vuil. Wij vinden het dus niet. Een uitgewerkte casus regionale samenwerking. Nou, dat zou best een goed idee zijn. Laat een goed idee naar voren komen. En dan kunnen we dat ter plekke per onderwerp beoordelen. Aantal ontwerpers, denkers voor een ontwerpatelier, ik denk dat het over ruimte enzovoorts gaat. Mijn eerste indruk is van nee, want waarom? Wij hebben veel ontwerpers, denkers, architecten en dergelijke in onze gemeente en in onze regio, die hun, ik zou bijna zeggen, stinkende best doen. Het lijkt net of die het niet goed doen. Maar goed, goede ideeën mag gebracht worden, maar wij zien niet zoiets van laten we het eens een keer heel anders bekijken. Even kijken. Bezoeken van excursies aan duurzame projecten. We staan open voor goede suggesties. Wie weet, een mooi begin voor een nieuwe raad om iets dergelijks te doen. Basismobiliteit, een deel van de gemeentetaak. Wij dachten dat we het goed geregeld hebben op dit moment via de regelingen zoals die nu zijn met opal en dergelijke daarbovenop. Nog weer een taak voor de gemeente zien wij op dit terrein niet zitten. Even kijken naar de gemeentebelangen. Uitstel is, kan soms nuttig zijn om even wat terug te kijken. Ik veroorloof me toch maar even een opmerking. Niet in het geval van de subsidiemuziekverenigingen, want daar laat je juist een gat vallen. Dat is ook eigenlijk een beetje naar de HNV waar ik naar kijk. Je kunt zeggen, we gaan volgend jaar allemaal naar het allemaal keurig op een rijtje zitten. Maar er is een hele duidelijke tendens, en dat proef je ook bij meerderen, het zal meer worden. En daar wijzen de richtlijnen en dergelijke op. Waarom laat je de verenigingen eerst zeg maar even in een dal, in afgrond is te sterk gezegd, zo erg is het niet. Maar naar beneden vallen, om ze daarna weer op te krabbelen. Het is vrij duidelijk dat je rustig een voorschot kunt nemen. Ik zou willen zeggen, we hebben een ander amendement, 5.1, dat gaat over de scholing voor de raad. Nou, daar willen we dadelijk even vragen over, daar willen we een discussie voeren. Maar die onderbouwing is zeker niet sterker, ik denk minder dan die van die muziekverenigingen. En daar proef ik duidelijk instemming bij. Dus waarom dan niet hier een duidelijke ja tegen dit amendement? En volgend jaar gaan we de details en dan kan natuurlijk altijd nog
bijgewerkt, geschoven worden. En zoals ik straks al zei, mocht het meer zijn, en we zijn het allemaal over eens, dan kan het ook nog meer worden natuurlijk. Dat even terzijde, voorzitter. Okay. Dank u wel. Hier even bij laten, meneer. Dank. De VVD-fractie. Ja, het CDA heeft over een half glas vol of leeg. Ik denk dat dat beter is. En dat is ook een beetje de moraal van het verhaal van de muziekverenigingen. Kijk, u stelt voor, wij gaan ze iets geven om ze tevreden te houden voor de verkiezingen. Ik denk dat u de muziekverenigingen tekort doet. Ik wil graag even uitpraten. Waarom? Ik denk dat u de muziekverenigingen tekort doet. U geeft zelf aan van Kevin en KNWU, die hebben betere regels. Daar komen we niet aan tegemoet. We hebben het juist gevraagd in de RTG, college, werk op zeer korte termijn de mogelijkheden van de muziekverenigingen. En dan komen we misschien best wel bij die bedragen uit die genoemd zijn, die aanmerkelijk hoger zijn, nu uw voorstel. En ik ontraad eigenlijk u, want u doet op deze manier met dit amendement, doet u de muziekkorpsen tekort, dat kan ik u nu al zeggen. We zijn allemaal van zins, tenminste dat proef ik ook, dat wij allemaal het belang voor de gemeenschap erg hoog hebben. En er rolt best wat uit en dat kan best op korte termijn misschien met terugwerkende kracht voor 2018. Dus ik zou willen ontraden dat u deze amendement gaat indienen in het belang van de muziekverenigingen waar gewoon meer uit te halen valt, denken wij. Voorts, er is al verschillende keren ook door de ChristenUnie bijvoorbeeld gesproken over samenwerking regio. Wij zijn er toch een voorstander van om met een geolied voorstel te komen waarin alle mogelijkheden van samenwerking naar voren komen. En zoals de ChristenUnie aangeeft, dat is niet meer vrijblijvend. Willen we wat in de regio bereiken, vandaar stonden er ook stukken van in de krant, dat ik zeg van, je kunt veel meer bereiken wanneer we met z'n allen de schouders eronder zetten, ten aanzien van infra en dergelijke, over de wijze van uitvoering. Wij voelen ook niks om een tussenlaag ertussen te zitten met een boord of wat dan ook. Nee, we willen gewoon in zijn totaliteit invloed, dat we als regio Achterhoek wat betekenen in Nederland. En daar gaat het ons om. En ook niet in Nederland, maar ook in Duitsland. PP heeft iets aangegeven ten aanzien van dat we met een complexheid van ingewikkeldheid van regels zitten. Wat u ook met de rekenkamer aanhaalt. Ik moet zeggen, de rekenkamer is door de gemeenteraad ingesteld. Zijn we ook wettelijk verplicht om de rekenkamer in de lucht te houden. Wij hebben als raad hebben wij gewoon gesteld, maar wij dragen een onderwerp aan. In dit geval hebben we gezamenlijk gezegd, we gaan de dorpshuizen doen. Dus dat onderzoek is gewoon aan de raad gericht. Ik vroeg niet om een uitleg hoe de rekenkamer werkt, want dat weten we allemaal wel. Het ging erover dat er in dat rapport gezegd wordt, en ook in onze contacten met die buurthuizen, dat het voor die buurthuizen zo ingewikkeld geworden is om bijvoorbeeld leadersubsidie of andere soorten vormen van ondersteuning ook in de hele BHV en in de bedrijfsvoering te vragen, dat zij ook verwachten, en dat hebben ze hier in de zaal ook uitgesproken, dat zij ook verwachten van de gemeente dat zij meer contact hebben en meer ondersteunen. Dat was onze opmerking, niet hoe de rekenkamer werkt. Ja, dat heeft u niet helemaal begrepen. De rekenkamer, ik geef alleen maar aan dat het nog door de gemeenteraad zit. En dan hebben we z'n allen erover. Wat u onder naar voren haalt, onderschrijf ik ook. Dus nee, ik wil het alleen maar aangeven van hoe de rekenkamer door de raad. En wij wachten dus door de raad eigenlijk af met een beslissing. Dan hebben we eigenlijk gemeentebelangen. Die geeft aan van op de winkel passen. Dat klopt ook. Dat stond in het beroemde coalitieakkoord. Iedereen, we willen de winkels dicht houden op zondag, et cetera. Nou, uiteindelijk hebben we dat toch voor elkaar gekregen. Zij het met een omweg, maar de winkelsluitingswet in Aalten voor de zondag is gewoon. Dus wat dat betreft heeft hij het aardig goed geslagen met de winkelpassen. En dankzij de oppositie hebben we dit toch met z'n allen weten te bereiken. Maar dat even terzijde. Dan gaan we even in op de amendementen en de moties. Het eerste amendement gaat over de raadsbudget scholing en ondersteuning. Er wordt ook geroemd over dat we onderzoeken kunnen instellen, et cetera. En we vragen daar een bedrag voor van rond de 25.000 euro. Voor de rekenkamer hebben we 50 cent per inwoner. Totaal 15.000 euro gewoon in de begroting staan. En dan kunnen we ieder onderzoek naar voren halen. Krijgen we een speciaal onderzoek, wordt er een speciaal krediet voor naar voren gehaald. Hebben we in het verleden wel eens gehad.
Dan hebben we, nou de meesten zijn al bij ons aangesloten bij een toch een politieke groepering. Zij het de ene wat landelijk, de andere wat minder landelijk, maar daar krijgen we ook ondersteuning en cursussen van. Dat gaat tegen een gereduceerd tarief en daar maken we gebruik van. En dat vind ik dat een stukje scholing ook van de politieke partij behoort. Dat wij als gemeente daarvoor moeten betalen, ja, daar zijn we eerlijk gezegd niet voor. Dus bij deze gaan we dat vermoedelijk niet steunen. Amendement CDA muziekvereniging heb ik genoemd. Ik zou het heel jammer vinden dat ingediend wordt, want u doet de muziekvereniging in onze optiek tekort. De uitdaging, daar zal eventueel de heer Navers nog eventueel iets van zeggen, dat ligt iets anders. Moties van het wifi-project. Ja, ik wil eventjes in herinnering roepen dat meerdere regio's, en dan praat ik over Friesland, die hebben bijvoorbeeld hotspots Friesland. Het is perfect geregeld. De hele middenstand kan daar met hotspot de zaken regelen. Iedere plaats heeft daar een hotspot. Je kunt je zo instellen. En ik denk dat dat voor de hele Achterhoek, en daarom zijn we toch sterk om in de regio wat te gaan bereiken op deze manier, hotspot Achterhoek in het leven roepen. Deze motie gaan we dus wel steunen. De motie 5b, van de muziekkorpsen, nou, daar zijn we het over eens, maar deze toezegging is volgens mij al gedaan in de RTG. Dus ik vraag me af of die wat het toevoegt om deze motie in te dienen. We zijn met z'n allen over eens dat dit moet gaan gebeuren en op korte termijn. Tenminste, ik neem aan dat de wethouder daar nog wat op gaat zeggen. Dan is de motie 5c, minima effectrapportage. Ja, wij vragen, nut en noodzaak vragen we ons af dat het niet door kruis. En dan zijn we het met gemeentebelangen eens. Dat we zeggen, maar ja, laten we eerst maar eens rustig kijken wat er dus aan materiaal gaat komen. Dus wij vinden het overbodig, want ik denk dat deze rapportage er al, dat we die als raad gaan ontvangen. Dit waren in hoofdzaak onze opmerkingen. Dank u wel. Voor de ChristenUnie, meneer Pennings. Ja, dank u wel. Ik had scoring op de top 5 van de meest verkeersonveilige plekken, staat een beantwoording in dat het college daarmee komt. Dat is een vraag die, wij vorig jaar hebben gesteld bij de begrotingsbehandeling. Ik ga ervan uit dat die bij de jaarrekening gepresenteerd gaat worden. En dan de beantwoording rond het verlaten van basisschoolleerlingen wat betreft de zwemvaardigheid. Het antwoord is duidelijk. Maar kunnen we met dat antwoord dan ook op vertrouwen dat het dus echt zo is, dat er voldoende gemonitord is en dat het echt op orde is? Dan de moties en amendementen. Dan begin ik bij motie 5b. Dat is de motie rond de muziekverenigingen om die dus aan te passen. Eigenlijk is deze motie dus een ondersteuning van de toezegging die het college al heeft gedaan. Alleen hier staat wel een heel uitdrukkelijk tijdspad in. En dat geeft dus de helderheid aan de muziekverenigingen, maar ook aan het college van wanneer we dit gereed willen hebben. En ook de oproep om in 2018 dus ook al tot uitbetaling te komen, mocht die gaan verhoogd worden. En die kans is wel heel erg groot. En daar kom ik dan gelijk bij het amendement van het CDA om het geld direct beschikbaar te stellen. En waarom dat dus juist niet gedaan moet worden. En ik heb meerdere sprekers hebben het al gezegd, hier voor ons gezegd. Eigenlijk loop je hier echt voor de muziek uit, want je gooit dus een zak met geld aan neer. En dan zeg je nog van, we doen het in het instrumentenfonds. Wat bleek juist bij de bespreking in de ronde tafel, dat niet voor elke vereniging, en ik was ook in de veronderstelling, instrumentenfonds misschien wel de makkelijkste en de snelste optie. Maar niet elke vereniging heeft waarschijnlijk op het instrumentenfonds een probleem. Maar dat kan ook makkelijk zijn op locatie waar ze dus hun activiteiten uitvoeren, of op dirigentniveau. Dus als we dan toch daar goed naar moeten kijken, laten we dan even die ruimte nemen om het goed te doen en in één keer aan te passen. En die verkiezingspremie, ja, die moeten we toch niet geven. De heer Wessels wil interrumperen. Er is straks ook nog wel gelegenheid voor het debat, maar ik geef u toch even de gelegenheid om bij interruptie te reageren. Kort. Want voor een aantal verenigingen het papiergeld loopt af. Die muziekvereniging. De boodschap was heel duidelijk. De inspreker, die Hofthuizen, noemde van, toen wij met elkaar om de tafel zaten, bleek het probleem groter dan is. Ik zou degenen die er moeite mee hebben met het voorstel, het amendement wel wat willen aanpassen. Het amendement is namelijk zo geformuleerd, vanaf 2018 structureel een bedrag van 3000 enzovoorts enzovoorts. Ik zou het wel willen aanpassen in de zin van in 2018
een, wordt structureel weg, een extra bedrag van 24.000 enzovoorts enzovoorts. Want in 2018 gaan wij het hele subsidiebeleid, muziek, maar ook sport en alles wat erbij komt, in samenhang bekijken. En dan kunnen we tot definitieve uitspraken komen. Wanneer dat gewijzigde amendement, zoals ik het nu voorstel, zou worden aangenomen, dan kan de motie, waar wij op zichzelf natuurlijk sympathiek tegenover staan, ik weet niet of ik het uitgesproken heb, motie 5b om het in de samenhang, dan kunnen beide worden aangenomen. Want dan bijt het elkaar niet, om zo maar te zeggen. Dus ik zou het dus in die zin wel willen voorleggen. Dan, en waarom zou ik dat willen voorleggen? Het gaat ons dat de verenigingen niet... een aantal verenigingen hebben nu extra gelden nog om dit jaar. Volgend jaar vallen ze terug. En daarna zou het in het gunstige geval kans, zegt meneer Pennings. De kans is groot, inderdaad. Maar als je dit nu geeft, hebben ze zekerheid. Volgens mij hebt u in uw algemene beschouwing daar ook een paar opmerkingen over gemaakt. Dat u ook zelf dacht om misschien met een voorstel te komen of aan te sluiten. Eventueel is niet zeker. Maar het is wel een weg die u, lijkt mij, niet bij voorbaat zou afwijzen. Zullen we het hier even laten, meneer Wessels? Want een interruptie is meestal kort en flitsend. Ik kan het eerder nog noemen. Afleiden dat u ook daadwerkelijk nu uw eigen amendement 5.2 heeft gewijzigd. Die eerste zin bij het eerste streepje, vanaf wat in en het woord structureel vervalt dan. Dekking. Ja. En de dekking wordt ook veranderd. En de dekking wordt ook veranderd. Vanaf 2019 te verwerken. Ja, alleen dekking uit onvoorzien natuurlijk dan, hè? Ja. En vanaf 2019 vervalt dan. Ja. Ja, vanaf 2019 vervalt dan logischerwijs. Dus in de dekking. Dat zou even de tekst moeten doorlopen, dat zou meer worden, maar dat snappen we van elkaar wel. Dat is volstrekt duidelijk. Goed, meneer Pennings, gaat u verder. Ja, dat zou juist boven tafel komen. Dat is dus maar de vraag of dat werkelijk zo is. Want ik heb niet het moment wanneer die verenigingen die oud papieren behalen, wanneer die dat geld krijgen. En wij hebben in het amendement dus, of in de motie dus, heel duidelijk aangegeven voor de helft van het jaar. Dus of dat gaat... De werkelijk wel is, dat is dus maar zeer de vraag of dat ze er maar aan moeten voor het college aankijken. Misschien kunnen ze dat straks in de beantwoording meenemen. Maar als het papiergeld in de tweede helft van het jaar komt, dan is dat probleem al geniveleerd. En als de subsidie die ze nu ontvangen in het instrumentenfonds aan het begin van het jaar komt, dan verandert er dus niks. Dus dan is het een utopie wat u hier voorhoudt. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, de uitleg wat met ons verkiezingsprogramma betreft, heeft u wel goed gesuggereerd dat wij duidelijke probleem zien en dat we die ook opgelost willen zien en dat verhoging zeer wel op zijn plaats is. Maar ik kan niet zeggen, uit de discussie die hier nog plaats moet vinden, van dat gaan we dus halen. Dat kan ik in mijn verkiezingsprogramma, in ieder geval, in mijn bijdrage niet leveren. Want ik ben bij onze fracties maar 2 van de 21. Nou ja, misschien gaan we het CDA dan sowieso meer, dan mag ik dan meetellen. Nou, dat zijn er dan 7 bij, dat zijn er dan 9. Maar dan zijn we nog niet aan de 21, dus vandaar die terughoudendheid. Of de stelligheid om te zeggen, maar dat gaat zeker gebeuren. Maar dat gaan we zien. Ik ga verder met de overige amendementen, want ik denk dat we toch verder moeten. Het raadbudget, zoals die voorgesteld 5.1, op zich zijn we daar echt voor. Wij hebben het zelfs in ons eigen verkiezingsprogramma staan. Dat we daarvoor zijn om een eigen raadbudget. Alleen wij hadden daar een ander bedrag staan. En een bedrag zijn natuurlijk altijd arbitrair. En dat ligt er ook in. Ik denk dat het wel goed is om er wat meer onderbouwing onder te geven van... Wat zou je voor dat geld ook moeten, voor het budget dan ook moeten doen? Want gaat bijvoorbeeld de kosten van de VNG-congres daar jaarlijks vanaf? Ja, dan, dat zou kunnen. Maar dan moet je dan wel met elkaar afspreken en weten waar we het over hebben. Dus in principe is het wel een insteek die wij wel een hele goede vinden. Dat was raar. Daar niet bij het college met de pet onder de arm moeten iedere keer om te zeggen van nou, wij willen wat. Maar het college heeft op dat moment geld waar wij budgetrecht hebben. Dus dat verbrikt een beetje met elkaar. Dus voor. De Aalse uitdaging, nou, die hebben we midden ingediend, dus dat spreekt voor zich. Wifi spreekt voor zich. En 5C, dat is de motie 5C van de progressieve partij over het minimabeleid, de enquête, of in ieder geval helderheid. Effectrapportage, die wil hem niet helemaal aan de kant schuiven. Want op zich zijn wij dan ook een keer van die discussie van we doen het wel goed of niet goed. Maar aan de andere kant... moeten we dan wel weten wat gaat zo'n effectenrapportage kosten. Eigenlijk hetzelfde richting de Weg van de Dijk, want hij wordt hier gedropt. En als we ja zeggen, weten we niet eens waar we ja tegen zeggen.
Dus daar zou misschien het college of de PP nog wat helderheid in kunnen geven. Dan wil ik nog heel kort stilstaan even bij de VAP. Dus of de asbestsanering en de, het voorstel dat daar komt. Nou, de asbestsanering denk ik wel, en we hebben het ook in de algemene beschouwing geschreven, die moet wel iets breder dan alleen agrarische objecten, dus echt gemeentebreed. En zeker één verzekeringsmaatschappij heeft de afgelopen week ook heel uitdrukkelijk aangegeven hoe ze met uitbetalingen gaan omgaan bij schades, branden en dergelijke. Hoe ze dus de komende jaar elke jaar daar 10% van, 10% van de uitkering af gaan halen. Dus op een gegeven moment ben je dus echt onderverzekerd als je grote asbestdaken hebt. Dus dat is wel een ding om te zeggen van nou, daar moeten we echt mee aan de gang. Aan de andere kant, de coaching op bedrijven, en er zijn verschillende, het CDA noemde zelfs vrijwilligers, of dat altijd vrijwilligerswerk moet zijn, dat zou ik echt niet wensen. Dat moet je echt goed doen. Vrijwilligers kunnen daar wat steun in hebben, maar het kan dus wel heel erg fluctueren in de landbouw, hoe dat gaat. En in de tuinbouw en MKB, idem dito. Bijvoorbeeld in het jaar 2016 had iedereen slechte prijzen in de landbouw, 2017 heeft toch een ander beeld. Maar even een interruptie van de heer Wessels. Nu is hij kort, meneer Wessels. Ook aanvullend, zo zien wij, gebruiken hun kennis en hun ervaring. En niet professioneel in die zin. Dus dat betreft ondersteun ik u. Ja, wij kunnen ons aansluiten bij de woorden van de fractievoorzitter van de VVD. Zelf hadden we eigenlijk een subsidie van 20.000 euro in de gedachte voor de muziekvereniging. Maar ja, dat kunnen we ook niet goed onderbouwen. Dus dat voorstel hebben we dan niet ingediend. We wachten eigenlijk echt af van wat we in 2018 daaraan ten grondslag kunnen leggen. Aan wat voor subsidie dan ook, of wat voor instrumentarium dan ook. En dan niet in de muzikale zin. Wat betreft de heer Walter, die verwijt sommige partijen dat ze chagrijnig zijn. Ik hoop niet dat hij daar HNV mee bedoelt. Want als er één partij niet chagrijnig is, dan zijn wij het wel. De heer Pennings heeft ons gegispt over de, ook, ja, misschien ook wel in die lijn, over de dat het burgers en bedrijfsleven niet tevreden zouden zijn. Dat hebben we ook niet gezegd. Ik citeer nog even naar de passage over de, waar de gemeente zegt van we moeten zijn er voor de burgers en bedrijven. Acht het college denkbaar dat onze burgers en bedrijven dit beeld lang niet altijd herkennen. Dus we hebben niet gezegd dat dat beeld er niet is, maar het denkbaar is dat. Hè? En wij achten dat best wel denkbaar. Wij horen namelijk ook wel burgers en bedrijven. En ik denk dat die zich niet altijd herkennen in dat beeld wat de gemeente hier van zichzelf schetst. Maar goed, we zijn het met elkaar eens, de heer Pennings en ik, dat we zeggen van je zou misschien daar toch wel eens een onderzoekje naar moeten doen. Een tevredenheidsonderzoek onder bedrijven en onder burgers, zoals we dat ook voor het personeel van de gemeente doen. Dan de heer Wikkering, ja, die heeft veel gevraagd. Ik haal er een paar punten uit. Raadsmededelingen op de raadsagenda vind ik prima. Duurzaamheid, projecten bezoeken, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Als het goed is, dan, ik bedoel, op zich is er niks op tegen. Maar waar het om gaat is natuurlijk, wat willen we met duurzaamheid? En daar moet je over praten. En dan kan je uit je eigen ervaring wel projecten aanhalen. Tenminste, ik zie wel dat van die projecten. En misschien andere raadsleden ook wel, die je dan in kan brengen in discussie over duurzaamheid. Ik vind wel dat duurzaamheid op de agenda moet komen, maar dat moet niet in de vorm van excursies wat mij betreft. Ja, de regionale opstellen van hoe werkt dat dan? Nou, we hebben de casus beschikbaar uit het verleden, de regionale woonagenda. Hoe is dat nou gegaan? Zullen we daar nog eens even over discussiëren? Dus die casus ligt er al en we weten ook hoe het afgelopen is. De leegstand en sloop, de heer Wikkering zegt, daar moeten we hebben dat ooit toegezegd, de HNV en het CDA, om daar met een voorstel te komen. Dat staat nog steeds in de stijgers, moet ik tot mijn spijt bekennen. Maar het komt er echt aan, en nog voor de verkiezingen, dat kan ik u verzekeren. Dat was het, meneer Braak. Ja. U hoorde de interruptie van de zijde van de wethouder niet, dus dat komt dan straks in de volgende termijn. Wat zei hij dan? hij suggereerde dat u met die informatie komt nog voor de volgende verkiezingen. Ja. Ja, oké. De eerstvolgende. Ja. Ja. Dan van ons chagrijn vermoeden aan deze kant van de tafel. Dat snap ik ook niet. Zeker niet bij ons, want onze laatste zin is
Laten we blijven strijden voor de goede zaak en ook blijven lachen. En ik nodig ook de heer Walter uit dat te doen. Andere. In de pers vandaag stond dat wij hele saaie beschouwingen hadden. Dat snap ik helemaal niet. Kijk eens. Mooie kleurtjes. Mooie plaatjes. Korte teksten. Dus ik snap niet dat dit saai is. Het gaat vooral om de inhoud. Daar was de scribent in de krant, moet je vandaag maar eens nalezen, ook heel tevreden over trouwens. Met allerlei vernieuwende ideeën. En die wil ik nu ook nog een paar aan de orde stellen. Het raadsbudget, daar gaat mijn collega Rob Boerendonk nog even over in. Het is natuurlijk niet zo dat je dat één op één kunt vergelijken met het rekenkamerbudget, want daar gaan wij niet zelf over. Dat doet de rekenkamer en wij willen graag een budget waar we zelf over gaan. Het tweejaarlijks Nibud-onderzoek is ingegeven door het feit dat wij met name in de 3D-werkgroep steeds maar weer zoeken naar cijfers, cijfers, cijfers en naar de werkelijkheid achter die cijfers. En nou is er een landelijke tool en ik weet echt niet wat die kost, maar in het armoedebeleid zit nog geld genoeg om dit onderzoek te doen. Dus ik zou zeggen van laten we dat, maar dat kunnen we ook nog eens een keer bediscussiëren. Maar het lijkt mij goed om de daadwerkelijke situatie van onze inwoners in beeld te krijgen. Dan de overige moties en amendementen. Ik ben het eens met alles en iedereen die het CDA deze verkiezingsstunt ontraadt. Want dat kan echt niet wat u nu doet, want we hebben in de RTG afgesproken dat wij eerst eens even kijken naar de landelijke normen. Daar komt het college met een voorstel en u moet niet vooruitlopend daarop, want we hebben ook nog eens een keer met een soort normale bestuurlijke praktijk te maken. Als er in de RTG het college een toezegging doet, dan kun je dat gewoon rustig afwachten. Iedereen zegt dat hier ook, dus laten we dat nou gewoon ook doen. Datzelfde geldt volgens mij ook trouwens voor de motie of van een amendement van de Aalderse uitdaging. Die heb ik niet begrepen. Er ligt hier een aanvraag op 18 oktober binnengekomen van de Aalderse uitdaging. Wij hebben hier een voorlichtingsavond gehad. Daar hebben ze gezegd, wij komen met een aanvraag. Die ligt hier, die moet nog behandeld worden. Die gaat ook over 2018 en verder. Ik heb de bestuur gesproken. En waarom nu dan opeens, misschien ook verkiezingen, opeens geld aan deze club doneren, terwijl ze zelf een aanvraag gedaan hebben, daar ook helemaal niet om vragen. Dus ook hier heb ik het gevoel, wij lopen hier voor de muziek uit en wij volgen niet het normale, gewone bestuurlijk proces. Er komt een aanvraag binnen, er komt een advies over, het college legt dat voor aan de raad en nu doorkruisen wij dat door een motie of een amendement. Wij zullen daar ook vanwege die bestuurlijke lijn die we hier doorbreken, zullen we daar tegen zijn. Inhoudelijk wil ik niet zeggen, maar ik ken de aanvraag van de Aalderse uitdaging niet. U ook niet. Maar waarom dienen we dan al vooruitlopend op een aanvraag dergelijke amendementen in? Dat is toch een heel raar bestuurlijk proces. Dat moeten we niet gaan doen op deze manier. Dan hebben we dingen en de juiste regels volgen. Want straks komt iemand anders en die dient ook netjes een aanvraag in. En dan zeggen we, oh nee, de aanvraag die bekijken we niet. We doen al meteen 10.000 euro. Ja. Dat is toch geen, zo kun je toch niet besturen, meneer de voorzitter. Ja, dus we moeten allemaal op cursus om nog eens even te horen hoe het nou precies gaat in bestuurlijk Nederland. En ja, ik hecht hier erg aan. Dit moeten we gewoon niet doen. En volgens mij moet je die motie of amendement ook intrekken. Je weet dat er een sympathie is voor dit amendement. En wacht nou gerust even die aanvraag af. Vandaar dat wij ook, is overigens ook toegezegd door de wethouder in de RTG. Dus wij houden hem daar al aan. En ik ben het eens met de heer Pennings dat deze motie dan wel een strak tijdspad verordeneert. En daar zijn wij tevreden mee. En daar zullen de muziekverenigingen ook tevreden mee zijn. En ik zou werkelijk het CDA willen verzoeken die andere amendement in te trekken. Want dat is een lege huls. Nog een vraag, meneer Wessels. Ja, kort, interruptie. Zoals gevraagd uiteraard. We hebben afgesproken dat we die weg bewandelen. En RTG spreken we verder niet zelf, behalve of een stuk naar de raad gaat. Het is een informatief iets. Dus was de neiging om wat iemand of wat beweert helemaal als een soort geheel namens het geheel te spreken. En daar verzet ik mij toch tegen. Dank u wel. Dan moet u niet van die beide handen opmerkingen proberen te maken. De wethouder heeft toegezegd, dat is een toezegging die is zelfs genotuleerd,
dat we op deze manier gaan werken. En dan, ja, dat... U moet dus ook weer mee op cursus om te weten hoe dat precies met die RTG en die toezeggingen gaat. Ik wil dadelijk nog even over die andere voorstellen een mening geven van het CDA, maar daar krijg ik nog wel ruimte voor. Ja, maar we gaan wel... Niet helemaal, want er werd inderdaad een toelichting gevraagd op dat bedrag. Van die 25.000 euro in dat scholingsfonds. Nou, die toelichting staat in het meegestuurde onderzoek van raadslid nu. De meeste gemeenten geven nul. Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen zaterdag, 4 november, waren we met twee raadsleden en twee aspirant raadsleden bij de bijeenkomst in Apeldoorn van raadsleden nu. De reden van het amendement is om raadsleden en aspirant raadsleden meer vaardigheden te laten ontwikkelen. En kennis op te laten doen. Of het nu gaat om de omgevingswet of het sociaal domein. Ook de kennis van moderne media zoals Facebook en Twitter is belangrijk voor raadsleden. Het debat is in de raad het belangrijkste instrument, maar voor velen is dat het moeilijkste deel. Er zijn natuurlijk ook een aantal die dat heel goed beheersen. Dat hebben we vanavond ook wel ontdekt. Debatteren doe je met argumenten. En het is belangrijk om dit veel te oefenen, vooral in het begin. Dat zie je ook bij landelijke politici. Het begin van Balkenende was niet erg sterk. Ad Melkert was goed in het debat, maar wist niet hoe hij met Fortuin moest omgaan. Meneer Boerdok, misschien toch niet helemaal de gelegenheid om een heel lang betoog nu te houden. Misschien, Dat hoort misschien ook wel bij het vak. Oké, snel tot uw punten komen. We konden het ook zien bij Thierry Baudet in de laatste begroting. Dat hij nog niet de debatteren onder de knie heeft. Dus, met andere woorden, het is belangrijk voor zowel coalitie als oppositie dat we leren hoe we moeten debatteren. En er is in de cursus die ik toen heb gekregen afgelopen zaterdag, zei die meneer ook, je kan duidelijk zien als iemand 3 jaar in de raad zit, dan zie je al wat hij veel beter gaat debatteren dan het eerste jaar. En dus ik hoop dat we dat allemaal realiseren en dat we daar dus mee kunnen instemmen. Prima. Dank u wel. Eens kijken met elkaar overleggen. In praktijk te brengen, maar ik wil een aantal punten nog eventjes een kleine mededeling bij maken van, over de notitie leegstand van de winkelpanden die wij hebben aangeboden. Er is eigenlijk sinds 2016 er weinig meer gebeurd, terwijl er eenvoudig uitvoerbare ideeën in staan. Het college heeft meerdere malen gezegd dat dat goede ideeën staan, maar eigenlijk komt er weinig van de grond. We hebben ook de ideeën nu ondergebracht bij het pand Lichtenvoortse Straat, Kattenberg, bij dit bureau. Wij hopen dus dat dat meegenomen gaat worden, want verkrotting in het centrum, dat is niet goed voor de Alten. En even over het afvalscheiden. Ik ben afgelopen weekend benaderd door iemand van een minicamping die zegt, discussieonderwerpen die de PP aangehaald heeft, dat vinden wij een goede zaak op zich. Maar niet te discussiëren om te discussiëren. We willen het wel goed georganiseerd zien. Want zoals hier krijgen de discussiepunten vanavond al eigenlijk een verkeerd cachet mee. Want we willen ze goed neergezet hebben. En eigenlijk past het om zo'n onderwerp in de agendacommissie te gaan bespreken. Om daarna de raad in te gaan met het onderwerp. En niet nu even snel te reageren op de diverse onderwerpen. Waarbij we wel op willen merken dat de laatste voor ons het meest aansprekende is. Dan even richting de VVD over de scholing. Ja, wij zitten wel op die scholing. En u hebt net uitvoerig gehoord waarom scholing voor ons ook eigenlijk van belang is om te gaan doen. Het is niet alleen maar onderzoeken, want u merkt terecht op, daar is de rekenkamer voor. Over de muziek wil ik niets meer zeggen. Dat is denk ik genoeg gezegd. Ik wil daar graag de wethouder over horen. Ik zal alleen het CDA... het advies geven om toch het amendement in te trekken. Wat was er nog over? Ja, merendeel is gezegd daarover. Ik zit eigenlijk te wachten op de wethouders. Dus wethouders, vertel het eens. Prima.
Ja, ik denk dat de reacties over... Goed, dames en heren. Ik heropen de vergadering en voor de beantwoording van het college beginnen we bij de wethouder Financiën, die ook de andere punten in zijn portefeuille zal meenemen. Wethouder Kok, aan hem het woord. Voorzitter, de laatste begrotingsraad van uw raad, maar ook van dit college. En vanavond is een aantal keren aangegeven dat het soms met chagrijn, soms met humor, soms is het glas half vol en soms is het glas half leeg. In mijn geval is het glas nooit half leeg, altijd tussen half vol of helemaal vol. En het liefst inderdaad, meneer Veldhuizen, daar zijn we het over eens, met een schuimkraag. Het college wil zich in die zin ook zeker niet op de borst kloppen. Ik denk dat samen met uw raad en onze inwoners hebben we de afgelopen 4 jaar veel bereikt. Willekeurig noem ik er een paar. Huisvesting, waar we nu in dit prachtige, gerenoveerde en deels nieuw gebouwde gemeentehuis zitten. Revitalisering Blauwe Meer en Dinxperlo. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2017. Een enorm lang proces. Het normenfonds. Eerst institutioneel, daarna structureel verwerkt in de begroting. Realisatie dorpshuis. Beschikbaar stellen gelden voor dorpshuis IJzerlo. Stationslocatie Zuid. Searing Valley. Kleuterbastion verplaatsen naar het bastion. AZC Groot Dunk. Ik noem maar er zo'n aantal zaken die wij samen met u hier hebben bereikt. En daarbij worden we de laatste tijd geroemd om het sociale gezicht van de gemeente. En de financiële staat, en daar komt de wethouder Financiën aan de orde, de financiële staat van de gemeente is positief. Ik durf te zeggen, zeer positief. Weinig schuld, structureel begroting sluitend, ook naar vanavond volgens mij, lage woonlasten en beperkte risico's. Maar, beste raad, het kan altijd beter. En daar zullen we ons iedere dag voor blijven inzetten. Wat beter kan is onder andere zeg maar, de opgave die komt voor onze gemeente in het kader van met name het buitengebied. De sloopopgave die ook daar ligt en ook de asbestopgave. Vorig jaar hebben we daar met elkaar over gediscussieerd en toen heb ik ook aangegeven dat wij daarmee aan de slag gaan. Maar dat we het niet alleen als gemeente kunnen, dat het absoluut een regionale, provinciale dan wel landelijke ambitie moet zijn om dat op te lossen. Toch hebben we nu in de begroting als college voor 2018 100.000 euro en voor 2019 en verder 200.000 euro in de begroting opgenomen. Ondanks dat er nog geen regionaal of provinciaal beleid vastgesteld is. Wij willen niet wachten. De opgave is te groot om die te laten liggen. Dat is de reden waarom wij in februari met u in gesprek gaan om te kijken welke mogelijkheden daarbij zijn. En het keukentafelgesprek kan ons daar uitstekend bij helpen. Wat ons betreft gevoerd inderdaad door professionals. Alle mensen krijgen een brief. Ze worden allemaal benaderd. En uiteindelijk zullen een aantal mensen een keukentafelgesprek krijgen. En op basis van het keukentafelgesprek, dat gaan we bespreken met verschillende organisaties. LTO, Laborijn, onze eigen afdelingen. En ook mensen van Netwerk Boerenkans. Dus in die zin worden organisaties daarbij betrokken. Een grote opgave en ik denk dat wij in februari daar een belangrijke stap met elkaar zullen gaan zetten. Meneer de voorzitter, wifi. Hotspot Friesland, ik kom helaas niet al te vaak in Friesland, zou ik misschien vaker moeten doen. Ik kom wel op heel veel andere plekken en daar is vaak gratis wifi. Een anderhalf jaar geleden heb ik hier met de ondernemersvereniging gesproken over aanbieding van wifi in het centrum. En toen was de belangstelling daarvoor nog niet erg groot. Te meer omdat er ook een, zeg maar, een structurele bijdrage vanuit bedrijven voor gevraagd werd. De kans die nu geboden wordt via Europese subsidie, daar kan ik tegen u zeggen dat we naar aanleiding van de raadslaging, of naar aanleiding van de ingediende motie, dat wij daarmee aan de slag zullen gaan. Dan de regionale uitgangspunten. En meneer Veldhuizen, ik moet zeggen dat ik met bijzondere interesse geluisterd heb naar uw betoog. Aan de ene kant geeft u aan dat wij juist regionale afspraken moeten maken. Dat zijn we aan het doen. Dat hebben we gedaan op basis van woningbouwplanning. Daar heeft u tegengestemd. Dat zijn we aan het doen in het kader van regionale bedrijventerreinen. En daarvan zegt u net, maar we moeten vooral lokaal kijken wat hier kan. Regionaal betekent regionaal. Regionaal betekent niet lokaal.
En ik zal er altijd voor strijden om ervoor te zorgen dat zij maar het hier goed landt. Maar als we regionaal afspreken, moet je het ook regionaal regelen. Tijdelijke huisvesting. Jongeren. Volgens mij heeft het college al aangegeven in het kader van de vaststelling van de woningbouwplanning dat daar de grootste opgave ligt. Of dat daar een grote opgave ligt voor de gemeente. Daarmee zijn we ook op dit moment afspraken over het maken met woningcorporaties. En zullen we kijken welke innovatieve mogelijkheden daar mogelijk zijn. Lokale middenstand. Een belangrijk thema die u ook noemde, meneer Veldhuizen, maar die ook door andere fracties genoemd werd. We zijn volop aan de slag met het ontwikkelen van een supermarkt in Dixpro op de locatie van de wegwijzer. We zijn volop aan de slag in het kernwinkelgebied van Aalt. Daar waar het gaat over de gebiedsopgave naar de Kattenberg, Dijkstraat en Hogestraat. We gaan haalbaarheidsonderzoeken doen voor panden die getransformeerd moeten worden van winkel naar mogelijk wonen. In het centrum willen we iemand aan gaan stellen die het contact maakt tussen de ondernemers, gemeente en ondernemersvereniging. Daarbij hebben we een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. En ik kan u melden dat die positief beoordeeld is en dat we binnenkort daar €200.000 voor beschikbaar hebben. 50% voor de gemeente, 50% van de provincie. Dan de voorstel betreffende het raadsbudget. En laat ik daar nu vanuit financieel technische zin iets over opmerken. In de huidige begroting zit een budget. Daarnaast is er een budget, onder andere VNG-congressen, maar ook andere soorten congressen, van €6.000. Dus binnen de begroting zit nu een budget van €21.000. Is dat voldoende? Dat weet ik niet. Is €500.000 extra nodig? Dat weet ik ook niet. Wellicht weet u het wel. Het zou een normale bestuurlijke praktijk zijn, meneer Wikkering, als u kunt leven met de toezegging van ons college dat wij dat willen onderzoeken om te komen uiteindelijk met daar een voorstel in. Dus ik zou zeggen, maak rustig af, dan komt het vanzelf goed met die toezegging. Overigens, de heer Veldhuizen gaf aan dat diverse landelijke partijen zelf instrumenten hebben. Ik kan me ook zo voorstellen. Even een interruptie, meneer Wikkering. Ja, voor die toezegging, daar kan je natuurlijk heel goed mee leven. Moet er eerst wel een motie ingediend worden, kennelijk? Niet kennelijk. Als u zeg maar, ons uitdaagt om iets opdraagt en ik zeg dat we dat gaan doen, dan is dat zo. Ja, zo werkt het. Daar hoeven we allebei volgens mij niet voor op cursus. Dat het zo werkt, toch? Als het gaat om de hoogte van het bedrag, heb ik geconstateerd dat er binnen deze raad op dit moment 21 leden lid zijn van een landelijke partij. 12 leden lid zijn van een landelijke partij en 9 niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat het budget 9/21ste wordt van €25.000 en dat is ongeveer €10.000. Maar het is maar een voorstel waar we naar zouden kunnen gaan kijken. Meneer de voorzitter, volgens mij. Ja, voorzitter, dankjewel. Ik begin eerst met de muziek. Zonder voor de muziek uit te lopen, wil ik de ene laatste regel uit de tekst voorlezen die de heer Hofthijzer heeft ingeleverd in de RTG. En daar schrijft hij, maar we weten dat dit binnen de huidige inkomsten, en dan staat er een woordje tussen haakjes, niet kunnen continueren. En het woordje wat tussen haakjes staat, dat is subsidieregeling. En dat heeft hij niet voor niks gezegd, want hij weet ook heel goed dat wanneer je daar structureel iets voor wil doen, dan zul je met die subsidieregeling aan de gang moeten. Dat heb ik ook in de RTG toegezegd. U hebt mij opgedragen om onderzoek te doen van hoe zit het nou met de landelijke uitgangspunten. We moeten een evaluatie doen. We moeten kijken hoe het in de gemeentes om ons heen is. We moeten daarbij ook rekening houden met andere verenigingen die hun inkomsten gaan missen uit het oud papier. Want er zijn ook mannenkoren die hetzelfde lot treft. Dus ik denk dat wanneer we als college u toezeggen dat we in het voorjaar, voor juni, komen met een voorstel met betrekking tot die subsidieregeling, dat we dan doen wat zowel in het amendement als in de motie gevraagd wordt. Dan ga ik naar de oudste uitdaging. Ik vind het wel proactief van
die mensen steunen. Meneer de HMV vroeg van, maar wat hebben die dan gepresteerd? Nou, u mag zo straks met me meelopen. Ik heb boven nog een verslag liggen van 2016, een jaarverslag, dan kunt u dat lezen. Ze hebben toen voor ongeveer 90.000 euro, maatschappelijke waarde, hebben ze in een soort ruilhandel gebracht met elkaar, verenigingen, stichtingen en ondernemers, wat betreft middelen en diensten. En ik vond dat nog wel een mooi resultaat. Een onderdeel van dat resultaat van vorig jaar was de beursvloer. Dat was één dag bij Schaarsvoorde. En die beursvloer die bracht toen op 9.600 euro. We hebben afgelopen donderdag of vrijdag hebben wij weer een beursvloerdag gehad. Nu was die in Dinxperlo bij het Cultuurhuis. Daar hebben we 51 matches gemaakt. En de maatschappelijke opbrengst van die matches was 22.000 euro. Nou, als je dat zou doorrekenen, dan komen ze dit jaar boven de ton uit. En ik denk dat dat ongelooflijk veel geld is voor stichtingen, verenigingen. En ook een teken is van grote inzet van onze ondernemers. Die hiermee laten zien dat ze maatschappelijk betrokken willen zijn. Die er nu ook geld in willen steken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat u met die oproep komt aan het college. Om die aanvraag op de goede manier te behandelen. Daar willen we positief op insteken. Dan de christenlessen. Vorig jaar hebben we de afdeling de opdracht gegeven om met de scholen contact op te nemen. Wat weten jullie van de kinderen? Kunnen kinderen, als ze van school afgaan, allemaal zwemmen? In ieder geval, als ze in het water vallen, moeten ze niet verdrinken. We hebben daar positieve antwoorden op gekregen. Om daar te geven op de motie 5C over de minima effectenrapportage. Ik wil er in de eerste plaats op wijzen dat wij in de komende raadsvergadering een rapportage hebben over het gevoerde armoedebeleid van het afgelopen jaar. Zoals we dat ieder jaar doen. En daar ook weer komen met een aantal aanvullende maatregelen. Die we u gaan voorstellen. De motie zoals die er ligt, die vraagt om een minima effectenrapportage. Het voorbeeld wat erbij gegeven is, was van de gemeente Dronten. En dat ging over het hele sociale domein. Ik heb ook nog even gekeken bij de gemeente Moerdijk. Die heeft een minima effectenrapportage uit laten voeren. Daar kun je de verschillende de effecten op het landelijk en het gemeentelijk beleid prachtig in cijfertjes weer zien. Dus dat zou een toegevoegde waarde kunnen zijn. Het enige wat niet in de motie staat is hoeveel centen dat erbij horen om dat onderzoek te doen. En ik zou de raad voor willen stellen om de motie aan te houden. Dan kunnen wij in de tijd tussen nu en februari wellicht ook met de 3D-raad een opdracht formuleren voor het onderzoek naar Nijland. Ja, voorzitter. Ja, glas half vol, half leeg. Ik heb hier wel papieren zakdoeken liggen en die zijn niet om blijdschap mee weg te deppen zo dadelijk en ook niet om treurnis, maar dat is alleen om de verkoudheid een beetje weg te deppen af en toe. Maar dan, meneer Boerendonk, dan weet u dat in mijn houding is niet iets van invloed geweest van training, maar dat heeft gewoon gezondheid met zich meegebracht als het dadelijk naar voren komt. Snotterij, plat gezegd. Ik heb 3 punten. Ja, nee, daarom. Als ik af en toe een keer een snik laat, dan heeft dat weinig met treurnis of blijdschap te maken. Maar die 3 punten die hebben betrekking op de opmerking van de doorontwikkeling regio Achterhoek, afval en duurzaamheid. Eerste is wat bijna alle fracties benoemen, is stand van zaken doorontwikkeling regio Achterhoek. Dat is een uitvoerig proces geweest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En het is ook niet een proces wat enkel van het college is of van het AB of het DB van de regio Achterhoek. Maar het is een proces geweest. Zie, nou heb ik het alweer dat de tragitol is bijna nodig nu. Nee, het was een proces waar toch een drietal keren de raad in betrokken
is om te discussiëren over allerlei vormen, waar ook natuurlijk praktische voorbeelden uit de landen zijn toegelicht met mensen uit de regio. En het adviesbureau die ook getracht heeft daar een deskundig advies op te geven. En natuurlijk zijn we in de afgelopen maanden misschien wel verrast met een voorstel wat door, ik weet niet meer welke fractie ook werd gezegd, waar de twee nieuwe burgemeesters en de wethouder van Bronckhorst ingenoemd worden als de makers van het huidige voorstel. Het toont bijna aan hoe moeilijk het is geweest om de opdracht van anderhalf, twee jaar geleden om die tot een voorstel te produceren. En dat voorstel, daar hebben we als college vorige week een klap op gegeven om het als een voorstel door te geleiden naar de RTG en de Raad van december. Maar u hebt ook kunnen vernemen in ons besluit dat wij op de eerste plaats, en dat is mij nog niet overkomen in deze periode in de gemeente Aalten, dat we een verdeeld standpunt in het college hebben gehad ten aanzien van dit onderwerp. En dat wij daar ook wel kritische kanttekeningen bij geplaatst hebben. De opmerkingen die hier gedaan werden over de publicaties in de media, dat heeft het college ook tussen haakjes gestoord. Dat de beeldvorming door nieuwe burgemeesters die zeg maar bij hun komst in deze regio het bijna schetst of dat we een achterhoek waren en tussen haakjes bijna achtergebleven waren en weinig resultaat. Ja, daar herkennen we ons niet in en dat hebben we in ons besluit ook expliciet willen opnemen, dat de negatieve beeldvorming naar onze mening niet terecht is en dat de achterhoek, iedereen spreekt over een sterk merk en dat er juist veel positieve resultaten in de afgelopen jaren zijn behaald en dat het puntje die was toegevoegd door het DB om een evaluatie na twee jaar op te nemen, dat wij die ook hebben aangescherpt van wanneer u dan spreekt over evaluatie en wanneer dit een goed voorstel is, dan ligt de uitdaging juist bij dit voorstel. Ja, durf dan ook de uitdaging aan dat wanneer er een nieuwe structuur komt, dat die dan ook ten aanzien van euro's ook echt betere resultaten gaat behalen. Want er kunnen echt hele goede voorbeelden genoemd worden dat door de regio Achterhoek in de afgelopen 5 tot 10 jaar zeker wel goede successen zijn binnengehaald en ook grote bedragen. Het is dus ook, het is dus in feite ook niet echt een voorstel wat wij als college vinden dat u natuurlijk ons daar klakkeloos in moet volgen. Ja, dat doet u sowieso al niet, hè, dat weet ik ook wel. Maar dit is nou wel een voorstel wat in de afgelopen 2 jaar getracht is in een co-productie tot een voorstel te geleiden. Waar u aan het begin ook van hebt gevonden dat u als raad een prominentere rol wilt hebben in de wegingen en de besluitvorming van de regio Achterhoek. Nou, en op welke manier het nu voorgelegd wordt, ja, daar ben ik, of ik niet, daar is het college benieuwd naar hoe u daar in december de discussie over voert. En met welke opdracht we dan terug naar de AB gaan. En de definitieve besluitvorming, die is ook in de agenda geschetst, dat die met de nieuwe raad in mei 2018 gaat plaatsvinden. Wellicht uitvoerig, dus de andere twee zal ik korter doen. Ten aanzien van het afvalbeleid. U geeft dat aan, de heer Wikkering, dat daar een wat hautaine houding is ten aanzien van opmerkingen en vragen. Nou, op de eerste plaats wil ik zeggen, daar herkennen wij ons niet in. Op de eerste plaats, omdat de invoering van dit omgekeerd inzamelen, dat hebben we wellicht hier in de gemeente Aalten ervaren, dat het bijna op rolletjes is verlopen. Dat is hartstikke. Ja, dan zijn we hier 11 maanden mee bezig. We hebben afgesproken dat we na een jaar de evaluatie uitvoerig doen. En we hebben in die periode van 10 maanden die we gehad hebben, hebben we echt de knelpunten hebben opgepakt. Maar wij vinden het te kort door de bocht als er lang gediscussieerd is over beleid van afval, voordat het is ingevoerd. Er waren heldere doelstellingen. Nou, wij komen ook echt met super resultaten, zijn we van mening. Dat u dan binnen een jaar zegt van ja, u staat niet open voor discussie over dit onderwerp. Nou, dat. En dat hebben we als college, hebben we dat ook afgelopen juni, hebben we dat ook erkend van, ja, dit moet toch in een hogere versnelling. Bezig geweest om alles in beeld te brengen, technisch, van wat is er nodig richting 2030. Hoeveel windmolens hebben we in de Achterhoek nodig? Hoeveel solarparken? Hoeveel biovergisters?
Maar dat zijn makkelijke rekensommetjes. En ik ben het met iedereen eens die zegt van ja, we moeten eigenlijk nu wel de discussie voeren. Want de techniek die weet iedereen wel. Er zijn niet zoveel andere vormen om energie op te wekken. Maar het gaat erom, hoe krijgen we met elkaar draagvlak en hoe krijg je tussen de oren bij onze inwoners en bij onszelf, dat die technische mogelijkheden, dat die ook echt ingevuld worden. Periode is kort, 12 jaar lijkt heel lang tot 2030, maar is relatief kort. Het zijn ingrijpende maatregelen die natuurlijk ook technisch makkelijk toegelicht kunnen worden. Maar ze zijn ook heel ingrijpend voor het landschap, voor de omgeving, voor de mensen die er wonen. Dus eens met iedereen die zegt van ja, duurzaamheid heeft in een te lage versnelling gestaan. Er ligt een uitvoerige beleidsnotitie die veel meer zicht geeft van wat moeten we doen. Maar de discussie die hierna gevoerd moet worden is, en hoe gaan we vertalen? En hoe gaat die eigenlijk landen bij onze inwoners dat daar ook, dat daar zeg maar minder weerstand komt dan alle plannen. Ik hoef het woordje windmolen maar te noemen, of de eerste brieven liggen in de bus, slingerplas of wat dan ook. En dus gaat het om draagvlak en niet om de techniek. Ja, dank u wel. Ik zal het college dan reageren en dat betreft de opmerkingen die door de fracties van HNV en PP zijn gemaakt over het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Met enerzijds het verzoek om voor de volgende raadsperiode tot conclusies en veranderingen, in ieder geval voorstellen voor veranderingen te komen, dan wel ook de discussie te voeren over het willen formuleren van een collegeprogramma, dan wel een raadsprogramma. Ik denk toch dat het goed is om u erop te wijzen dat aardig is om dat richting het college uit te spreken, maar dat het toch van belang is dat vooral de raad zelf op dat punt met zichzelf en u onderling in discussie gaat om al dan niet nog voor het eindigen van deze bestuursperiode tot veranderingen te komen. Het zou eigenlijk al een vorm van bestuurlijke vernieuwing zijn als het college met voorstellen zou moeten komen ten aanzien van het functioneren van de raad. Ik denk dat ons dat ook niet past in die rol. Als wij iets kunnen faciliteren en u met concrete vragen komt op dat vlak, dan staan we daar uiteraard voor open. Dat wilde ik nog toevoegen aan de beantwoording en de reactie namens het college in deze tweede termijn. Gaan wij verder met wat dan eigenlijk de derde termijn is. Nog een verduidelijk hebben op de opmerking allemaal. Maar ik zit allemaal weer achteraan. En ja, maar dat is de loterij. Dat kan ik ook niet veranderen. Ja, hier wordt al, maar dat is voorstel van orde om de volgorde nu andersom te doen. Maar ik hou toch maar bij de loting. Ik geef eerst de CDA het woord. Juist omdat ik eerste was, ben ik straks niet begonnen met de andere moties en amendementen te bespreken. Die anderen na mij dat wel hebben gedaan. Dus dat is dan weer het nadeel dat je eerste bent. Dan voeg je inderdaad patroon. Onze mening over het amendement over het raadsbudget. Daar hadden wij dus allerlei vragen over. Ze zijn ook deels al de anderen gesteld. Hoe gaat dat met de congres VNG? Voor welke scholing zouden daar gelden zijn? Geldt dat ook voor reiskosten naar cursussen? Hoe gaat het dan met fractiebudget? Dat waren een paar van die vragen die wij zo hadden. Kortom, iets vaststellen zonder een reglement eronder, zonder regels eronder, is een hele lastige. En het lijkt ons een goed idee dat dat het een nader uitgewerkt voorstel zou komen via het college. Op zich is dat natuurlijk een beetje vreemd, want je zou zeggen raadsbudget, daar gaat de raad over. Maar het college stuurt de ambtenaren aan, dus die kennis hebben wij gewoon hard nodig. Dus dat lijkt me een goede zaak als het op die manier gaat. Over de muzieksubsidieverordening, in dit geval de motie, daar is het nodig al over gezegd. Wij vinden het amendement, gewijzigd amendement, om de subsidie voor één jaar te verstrekken nog steeds een hele goede. Want daar zou die motie 5.2 zo op kunnen aansluiten. En want meerdere zijn stellen van ja, het eerste half jaar. En dat ieder zeer positief gestemd is ten opzichte van de muziekvereniging, ben ik het zonder meer van overtuigd. Maar we moeten niet vergeten, na maart zit er wel een andere raad en ook een ander college. En daarom vind ik dat bijvoorbeeld ook zo'n motie, maar ook ons amendement, toch een soort stok achter de deur is van oude druk op de ketel. Hè. We zitten niet meer in dezelfde samenstelling op dat moment. Het minima effectenrapportage, daar hadden wij
Op zich kunnen we daar positieve gevoelens bij ontwikkelen. Dat het nuttig kan zijn om van groepen, bijvoorbeeld de 65-plussers, in oudere gezinnen, hoe daar de effecten zijn van allerlei maatregelen. Maar in hoeverre is, we hadden vragen als hoever is het nodig? Krijgen jullie ook andere zaken en vooral ook gaat het, hoeveel gaat het kosten? En in dat geval vinden we ook eigenlijk het voorstel wat door meneer de wethouder Wilting is genoemd, een motie aan te houden en verder uit te werken, eigenlijk een hele goede. Ja, college of raadsprogramma. Je zult het daar met elkaar moeten vinden. Hè? Dus daar zullen alle partijen je beleid moeten ontwikkelen. En ik denk dat de verkiezingstijd daar ook een tijd is om daar geregeld met elkaar de degens te kruisen, als ik het zo mag zeggen. Hier wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Wessels. De VVD-fractie, meneer Veldhuis. Ja, voorzitter, rijp voor besluitvorming. Het enige wat wij nog wel de opmerking hebben richting het regionaal bedrijventerrein. Kijk, we delen uw mening dat we ja, op die manier best wel een hoop kunnen bereiken. Maar ik vind dat wij in Aalten en Dinxperlo absoluut niet moeten zeggen van nou ja, we verschuilen ons achter de Laarberg op en Weel. Waar we hier de kansen krijgen, want de bedrijven in Aalten groeien ook behoorlijk. Dan zeg ik van geef die kansen waar mogelijk. En dan zeg ik uitzonderingen moeten mogelijk zijn boven het regionale. En dat wou ik u toch wel willen meegeven. Voor het overige kunnen wij redelijk voor de besluitvorming gaan. Prima, dank u wel. Voor de ChristenUnie, meneer Pennings. Ja, dank u wel. Een paar dingen nog. Heer op de vraag van om de raadsmededelingen bij de RTGS te gaan agenderen. Dat was het argument van het CDA, dat zou je juist niet moeten doen, omdat er altijd alle wethouders aanwezig moeten zijn. Volgens mij is dat helemaal niet nodig, want dat moet je dus ook gaan doen per cluster van het, de raad mee, van de programma waar je op dat moment de RTG voor hebt. Dan moet je die cluster, dan is dat probleem gewoon uit de wereld. En ik zou zeggen, van nou laten we dat eens proberen om een aantal maanden daarna te kijken en dan weten we of dat werkt of niet. Als het helemaal uit de hand loopt, kun je nog wel zeggen van, maar dan hebben we in ieder geval een stukje opgepakt en dan weten we hoe het werkt. Richting wethouder Nijland wil ik toch nog wel een opmerking maken. Het is heel nobel en ook gewoon goed om te zeggen dat je soms op bepaalde trein niet hebt gedaan, of eigenlijk iets minder hebt gedaan dat je eigenlijk had gewild, bijvoorbeeld duurzaamheid. Hij noemde het gezegd van, nou we hebben als college gezegd van, er had iets meer actie opgekund, maar gaat u nu nog daar wat actie op zetten en zeggen van nou, we gaan toch die laatste maanden dan nog iets meer power op zetten om dingen in gang te zetten, want de tijd is ook niet voorbij. Dan gaan we weer een nieuwe discussie. Ik weet niet of dat de bedoeling is op dit moment. Ik krijg wel een vraag richting het CDA, wat zij in hun programma hadden staan en waar het college weer op geantwoord heeft. En dat betreft vooral om verenigingen onderhoud in het openbare ruimte te laten doen. Dan zegt het college van ja, dat moet je eigenlijk juist niet doen om juist de verdringing van arbeid te gaan doen. En ik ben het daar volledig met het college eens. Terwijl het CDA dat wel verder legt van nou, dat zou een optie voor vereniging kunnen zijn. En ik heb zelfs het idee dat ze daarin dachten van op dat moment kunnen ze eigenlijk wat gelden verdienen om wat extra's te doen. Want dat was volgens mij de achterliggende vraag. Dus maar u krijgt een kort en flitsende reactie van de heer Wessels. Orde. Nou, het is de gedachte op zichzelf is niet vreemd. Het is natuurlijk ook een beetje vanuit de oud papieractie gedacht. Er is een maatschappelijke taak, zo is dat in de tijd begonnen, papier ophalen. En er zijn verenigingen die graag wat extra willen verdienen. Hè? Nou, de muziekvereniging, maar dat geldt ook voor allerlei andere verenigingen. Die hebben dat toen opgepakt. Dus we hebben wat zitten brainstormen, zitten denken van, zijn er nu ook nog taken en dergelijke? En wellicht is dat schoffelen wat wij in eerste instantie ook niet zo goed voorbeelden, eerlijk gezegd. Maar we willen wel alert zijn van, zijn er taken in de samenleving die goed door vrijwilligers gedaan kunnen worden, die misschien anders blijven liggen, die ook een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen, waar dus... Volgens mij kunnen we, ja, heel veel moties amendementen, daar ga ik niet op reageren, want een aantal zijn overgenomen, een aantal komen nog terug. Ik krijg straks nog de gelegenheid om... We hebben begrepen dat in december gaan we spreken over een voorstel voor de regio Achterhoek. Ik ben bang dat dat
zeg maar, een vrij concreet voorstel komt te liggen. Ik zou eigenlijk best graag ook wat fundamenteeler over die materie willen spreken. Wat moeten we nou regionaal doen en wat moeten we eigenlijk niet regionaal doen? Ik heb daar wel wat gedachten over. Je kunt bijvoorbeeld denken aan iets als het subsidiariteitsbeginsel. Ik weet niet of je dat zegt, maar dat wordt bijvoorbeeld in de Europese Unie gehanteerd. En misschien is het CDA er ook wel van geporteerd, van zo'n beginsel. Dat zou ik eigenlijk best wel eens fundamenteel aan de orde willen hebben. Voordat we over een concreet voorstel over die regio Achterhoek beslissen. Ik hoor de wethouder al termen in de mond nemen als doorontwikkeling. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Dus ik zeg dat maar vast. En dan gaan we daar in december misschien nog wel eens wat dieper op in. De motie over het raadsbudget is overbodig geworden, begrijp ik. Dat moet de normale procedure volgen. Ja, de duurzaamheid. Wethouder Nijland zegt dat we te weinig gedaan hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Maar hij versmalt de discussie nu wel heel erg naar die energie. Dus de windmolens noemt hij, de zonnepanelen en de biovergisters. Alsof dat alles is wat aan duurzaamheid gedaan kan worden. En dan hoef je ook niet meer na te denken over techniek, zegt hij. Ja, daar moet je natuurlijk wel over nadenken, want dit is lang niet het enige. Dus ik zou hem willen oproepen om echt nog eens na te denken over een brede duurzaamheidsagenda. Niet alleen over windmolens, want dan begrijp ik wel dat u meteen een brief krijgt van dat de mensen dat niet willen. Met andere woorden, probeer dat toch wat breder te trekken. En dan hoop ik ook, en sluit ik me aan bij de vraag van de heer Pennings, dat we daar niet mee wachten tot na de volgende verkiezingen, zou ik zeggen. Ja, dan de bestuurlijke vernieuwing. Wat mij betreft het laatste puntje. De burgemeester die speelt de bal terug naar de raad, als het ware. Hè. Dat moeten we dan zelf maar. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel goed initiatief van de raad om het college te vragen daarvoor de mogelijkheden eens op een rijtje te zetten. Dus laat ik zeggen, net als wat bij het raadsbudget doen. Hè, dat vragen we ook aan het college om daar eens wat ideeën voor op papier te zetten. Tenminste, als de motie niet direct aangenomen wordt. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de bestuurlijke vernieuwing. Dus wat mij betreft spelen wij de bal weer terug naar u. Dat was uw bijdrage, begrijp ik, denk ik. Ja, even over die motie of dat. Eén moment. Meneer Merdink wilde ook spreken. Nog in die. Excuus, dat had ik niet geregistreerd. Nee, Merdink. Vanuit uw vorige periode kan ik me dat voorstellen. Maar inderdaad, in Alten doen wij het soms samen. En dat is beter als. Goed, toch een paar korte vragen nog. Ik weet niet waar ik de heen precies aan stellen moet. De heer Bruil wist er net al even over, ging over de regio. Wat opgevallen zijn, dat zijn vragen. Hoe moeten we daar verduidelijking krijgen? Hoe moeten we dat zien? In een vorige algemene beschouwing of algemene begroting, daar stond lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. Wat is het nu? Dat is voor mij even de vraag. Ik weet ook niet of de wethouder of de burgemeester dat beantwoord. Hoe het ook zij, graag dat duidelijkheid doen. De omgevingswet, dat is natuurlijk wethouder Kok. Wat is het nu? Wat is het nu? Oh, nou prima. Prima. Ja, er staan dat beide portefeuilles. De omgevingswet, die zou. Dat zijn wij wel bereid om in te trekken, mits u zegt, ja, u komt met een voorstel. Nee, de Griffie komt dan met een voorstel, denk ik. Want het is inderdaad, daar had meneer Wessels gelijk in, het is wel een raadsbudget. En, nou, laten we dat. Ik vind het toch heel erg jammer dat het CDA persisteert bij, zeg maar, dat amendement over de subsidieverenigingen. Volgens mij hebben we een goede discussie gehad. Ik zie zelfs een soort splijtswam in de coalitie ontstaan. Nou, volgens mij is dat niet nodig allemaal. En wij trekken ook wel eens een amendement in, net hè. ja, doe dat nou gewoon. Er is gewoon een toezegging gedaan. Iedereen is positief over die muziekvereniging. Maar er is een soort halsstarrigheid of een soort. En misschien keert het zich nog wel tegen u in de verkiezingscampagne. Wie weet. Ja. Dus laten we kijken hoe we er samen uitkomen. En volgens mij is dat amendement is helder als glas. Het tweede amendement is niet helder als glas. Ik blijf zitten met het feit dat de Aaltense uitdaging gewoon een complete aanvraag heeft gedaan. En dat we vooruitlopend op die aanvraag hier bedragen beschikbaar gaan stellen. Ik vind dat bestuurlijk niet juist. Dus wij kondigen aan om tegen dit amendement te stemmen. Niet vanwege de inhoud. Dat weet de voorzitter van de Aaltense uitdaging ook.
Maar dat wij met een groot positief gevoel zijn aanvraag zullen bekijken. Maar ik denk dat hij een uitleg geeft waarom wij raadsmededelingen heel efficiënt op de RTG zouden kunnen behandelen. Dan zorgen we over de hele discussie horen. De heer Nijland heeft een enorm betoog over een voorstel wat wij niet kennen. Meneer Bruil wil dieper op de materie in en misschien nog wel wat fundamenteler. Wij zeggen van laten we het nou eens concreet maken. Wat betekent nou die samenwerking? En niet alleen maar kreten hanteren van we moeten samen en vooruit moeten we. Nee, laten we dat nou eens concreet maken met een paar goede voorbeelden. Niet uit het verleden, maar uit de uitdagingen waar we nu komen te staan. Hè. En volgens mij liggen die voorbeelden wel. Smart industries, al dat soort dingen. Laten we dat nou eens proberen. Want ik ben bang dat wanneer dat voorstel wat we nog niet kennen in de decemberraad komt, dan gaat het alleen maar over procedures en er komt geen gedragen gevoel wat wij allemaal vinden. De Achterhoek is een sterk merk, maar dan zeggen we er allemaal achteraan, ja moor. En dat is zo jammer. En dat is zo jammer. Dus laten we nou die discussie, en desnoods vragen we een beetje uitstel daar bij de regio. Maar ik denk dat we niet alleen over procedures en over vormen en over structuur moeten hebben, maar ook over cultuur en over inhoud. Dat wou ik nog aan u meegeven. Ik werd ook even op de gedachte gebracht door de heer Pennings, daar waar hij het CDA aansprak op vrijwilligers in het onderhoud groen. Zo staan er wel meer punten natuurlijk in allerlei beschouwingen in. Waarvan ik wil zeggen, die hebben we nu niet besproken. Dat wil niet zeggen dat we het erover mee eens zijn. Dus ik vond het vorige idee... Allemaal, wie zijn die allemaal? Zijn dat de agrariërs of wordt dat veel breder getrokken zoals wij ook in ons betoog aan hebben gehaald? Dus daar wil ik toch nog wel een verduidelijking over hebben van wie zijn allemaal die er betrokken worden bij het keukengesprek. Voor ons gaat het in ieder geval breder dan de agrariër. Dan even richting het CDA... Ik krijg het gevoel dat uit angst nu wat gedaan moet worden. Nou, dat vind ik een hele slechte zaak om nu bang te zijn van... Ja, stel voor dat tijdens de verkiezingen het anders gaat lopen, dat partijen zich daar anders in vinden. Ik vind het een hele slechte zaak om daarop uit te gaan om dit nu te willen doorzetten, het amendement. Dat is ook het laatste wat ik erover zeggen wil. VVD, ja... Even een beetje onduidelijkheid. Wat is nou regionale samenwerking? Wanneer hebben we het over bestuurlijke samenwerking? En wanneer hebben we het over eventueel herindeling? Want daar is de VVD soms een beetje wisselvallig in. De ene keer zitten ze op de wip aan de ene kant, de andere keer op de andere kant. Ik zou daar van de VVD toch wel een wat duidelijkheid in hebben. Ik snap dat het landelijk pakket daar een belangrijke rol in speelt. Maar toch is voor ons niet echt duidelijk van hoe de VVD hier nu in staat. Voor ons als gemeentebelangen zijn we daar heel helder in. Wat je lokaal kunt doen, moet je gewoon lokaal blijven doen. Ik krijg meteen een reactie van de heer Veldhuis. Niet anders verwacht. Wij hebben in onze algemene beschouwingen aangegeven dat wij als gemeenteraad de druk moeten maken. Joop Wierink heeft ook aangegeven van ja, daar moeten we het gewoon over hebben. Niet alleen over procedures, maar hoe zitten we er zelf in? En dat was de reden dat wij het aangegeven hebben in onze algemene beschouwingen. Wij willen het totaalbeeld van de regionale samenwerking. En dat kan, u noemt verschillende voorbeelden, maar die willen we wel allemaal besproken hebben. En dan vind ik dat we gezamenlijk proberen moeten als gemeenteraad daar een standpunt in te krijgen dat we bij de regio kunnen neerleggen. En daar hebben wij op aangedrongen om met een goed voorstel te komen. Dat was eigenlijk de moraal van het verhaal in de algemene beschouwingen. Maar die heeft u denk ik wel goed gelezen. Zoals u van ons gewend bent, lezen we dat goed. Nou, dat geeft u in ieder geval wat duidelijkheid. We zullen, dan zien we daar als gemeente Aalten dat we daar nog wel een inhaalslag te maken hebben. We hebben daar nog wat te doen, dus duurzaamheid ook wat ons betreft gaat verder dan windmolens en andere zaken. We hebben ook over bouwmateriaal en noem maar op. Diversiteit kunnen we duurzaamheid bevorderen. Dan ben ik eigenlijk... Ja, toch een beetje naar de PP toe. We hebben samen een amendement ingediend en vervolgens gaat PP eenzijdig dat al even tackelen. Over communicatie naar elkaar toe. Daar zouden we ook nog wat van elkaar kunnen leren. Dus de volgende keer graag dat op een andere manier doen.
is buiten kijf dat we op zich de mening wel delen. Maar dit had ook eigenlijk dan ook iets anders gemoeten. Zo wij ook het amendement 5.3 op een andere manier aan willen vliegen. En daar toch eerst even overleg met de mede-indieners willen voeren om hier misschien wat anders van te vinden. Dus daar... Dankjewel, voorzitter. De heer Veldhuizen, wij zijn het volledig met elkaar eens. Daar waar er kansen zullen zich kansen voordoen, zullen we ze moeten pakken. Geen enkele discussie erover. Volgens mij heeft u even de resultaten, ziet u zeg maar op dit moment ontwikkeld worden tegenover het spoor. Daar zagen we kansen en daar wordt het volgens mij nu ook ontwikkeld. En dat zullen we op andere mogelijke manieren ook doen. De heer Meerdink, u zegt de omstandigheden zijn volstrekt anders. Nou, die mening deel ik niet. Het is... De duurzaamheid eerst, met het noemen van voorbeelden, dan loop je altijd het risico, dat is nu wel weer gebleken, dat er wel weer andere voorbeelden komen en mijn buurman gas erop is net zo'n voorbeeld. Hey, u bedoelde het niet zo van gas erop, maar dat scala van besparingen van bestaande woningen en gas eraf, dat is ook een discussie of eigenlijk een gespreksonderwerp wat Alejander pas geleden ons nog... heeft voorgelegd van ja, denkt u goed na bij nieuwbouwwijken of u nog wel gas gaat aanbieden aan de toekomstige bewoners. En volgens mij is dat ook in het regeerakkoord een aandachtspunt of volgens mij wordt het nog met een datum. Dus ik ga geen voorbeelden meer noemen, want het draait natuurlijk om opwekking, het draait om besparing, het draait om beleid en het document wat in het college binnenkort komt, en ik denk dat dat wel goed is om dat te bespreken, is je hebt het met elkaar over alternatieven, maar om die alternatieven wel of niet af te wegen, dan zijn er eerst uitgangspunten nodig. En die uitgangspunten, daar gaat u over. En dan kunnen we pas met elkaar ook het vervolg bespreken, want er staan wel 20 aanbevelingen in wat we dan als gemeente wel of niet moeten willen. Willen we wel of niet bomen kappen wanneer solarparken daar in de omgeving komen. Nou, zegt u het maar. Hè. Wij komen daar straks mee. Dus voorzitter, ik ga niet die voorbeelden noemen, want dan word ik dadelijk weer onder oren geslagen dat ik er weer een paar vergeten heb. Dus dat doe ik niet. De regio Achterhoek, kijk ook even naar de heer Brul. U was wel op de hoogte van die drie raadsbijeenkomsten, ga ik vanuit, hè, die we gehad hebben? Ja. Ja. Bent u daar geweest? Nee. Oh. Uiteindelijk is er in die 2 jaar wel een behoorlijk traject doorlopen met de raad. U plaatst nu opmerkingen die bij die avonden heel goed geplaatst hadden kunnen worden. En u mag die discussie met ons als college in december wel aangaan. Maar er is wel een route al geweest. Het college had misschien wel een paar maanden geleden het standpunt: het gaat goed in de Achterhoek, punt. Want we kunnen niet goed de argumenten vinden waarom het met de doorontwikkeling anders en beter wordt. Maar u kunt dat in december inbrengen. U kunt dan ook vinden van ja, we moeten daar nog een verdiepingsslag maken. Maar ik ga ervan uit dat uw collega's dan ook even terugblikken op de afgelopen 2 jaar. Want het is niet een voorstel SEC van het college. Ook niet van het AB. Maar het is voor een groot deel uw eigen product waar u straks over gaat discussiëren. Even kijken. Ja, en ik blijf toch me even tot de heer Wickerink richten, die wel in gesprek is. En u plaatst opmerkingen over het afvalbeleid, maar laten we toch een beetje positief afsluiten. En misschien kunt u dat best wel, maar u plaatst nogal wat zure opmerkingen bij het afvalbeleid. Lukt het u ook om toch een paar positieve dingen te noemen dan? Ik weet niet of we nou een overhoring moeten doen, maar als u zegt... De vernieuwing is gezegd, ik denk dat het goed is om daar in de agendacommissie, dat werd ook door de heer Wickerink zo aangekondigd, op terug te komen. En ik denk dat ik namens het college wel mag toezeggen dat als daar iets uitkomt waarbij ambtelijke uitwerking nodig is, het college ook graag bereid is om die rol te faciliteren. Daar werd ook een opmerking over gemaakt. De andere opmerking betreft nog de... Op dit punt, meneer Brouw? Oké, dan nog even de opmerking van de heer Meerdink over de omgevingswet. Ja, u had het over hoe zijn we van datgene wat voor ligt voldoende besproken zijn wat u betreft. Nou, dan constateer ik dat amendement 5.1 is ingetrokken en geen deel meer uitmaakt van de beraadslagingen. Is amendement 5.2 over
De muziekinstrumenten, ik denk dat die voldoende besproken is, maar ik vraag het toch om de zekerheid, wenst iemand daar nog opmerkingen over te maken. Er hoeven nog geen stemverklaringen te zijn, kijk even of alle zaken voldoende besproken zijn. Dat onderwerp is voldoende besproken. Amendement 5.3 over de Aaltense uitdaging, voldoende besproken. U wilde nog een schorsing? Ja, dat heb ik even geschorsing. Op dit punt? Oké. Okay. Dan voor, 5 minuten ongeveer? 2 minuten. Nou. Goed, dames en heren. Ik heropen de vergadering. Door de heer Walter ondersteund dat ik door de heer Wessels was om de schorsing gevraagd. Eerst maar even het woord aan de heer Walter. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook het amendement nog eens even doorbesproken en met de toezeggingen en aankonden de gelijke strekking waarbij amendement 5.1 is van de agenda is gehaald, willen we ook amendement 5.3 intrekken. Dank u wel. Daarmee is amendement 5.3 ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. Meneer Wessels? Ja, wij handhaven 5.2, dat is het amendement. En even voor mijn en bij de moties, als ik het goed heb, dan is 5A en 5B, die komen dadelijk in stemming, toch? Het wifi-plan en het muziekkorps, als ik wel heb, of heb ik het niet wel? Die zijn nog niet ingetrokken, dus okay, die maken nog deel uit van de beraadslagingen, maar er kan nog van alles gebeuren. Ik weet het niet. Dus ik kan nu geen toezeggingen doen. Oké, dan hebben de amendementen geconstateerd dat die voldoende zijn besproken. 5A, dat betreft wifi. Ja, meneer Pennings. Mag wat mij betreft ingetrokken worden, want de college heeft een keiharde toezegging. Ja, maar u bent niet een van de indieners. Jawel, meneer Nering. Zeker wel. Oh, sorry, ja, nee, toch, ik kijk verkeerd. Excuus. Moet ik wel een keer met jou gaan doen? Neem me niet kwalijk. Excuus. Maar u hebt niet in de pauze even in de schorsing met elkaar van gedachten gewisseld. Of spreekt u namens alle indieners? Nee, ik spreek namens mezelf, ik heb samen niet gesproken. Oké. Een van de indieners en wij willen toch wel graag over gestemd worden, want dan wordt het toch een stemloze avond. Dus wij willen toch graag de mening en peil in de raad. En ik weet niet of er nog iets over gezegd kan worden over die motie. HNV die is volgens mij die enige die nog een beetje twijfelt of wat het wel zin heeft. HNV vraagt om een wifi-vrije zone. Nou, langs de grens op, volgens mij hebben we enkele kilometers langs de Aaltense grens, hebben wij een wifi-vrije zone. Dus als Bruil en Merink graag een wifi-vrije zone willen, kan ik aanraden om over de 300 meter weg te rijden. Dan is hier heerlijk wifi-vrij. En wat is er nog mooier om ze meteen op elke lantaarnpaal, op het zand in Bredevoort of op de markt in Dinxperlo in Aalten een bordje te hebben. Want welkom in Aalten en wij bieden u gratis wifi aan. Ja, dat is mooier kunnen we het niet maken. Oké. Ik begrijp dat in ieder geval meneer Hassing vanuit de CDA-fractie aangeeft dat hij toch de motie gehandhaafd wenst te hebben. Ja. Ook een motie 5B. Die blijft gehandhaafd. Daar gaan we wel besluitvorming over brengen. En 5C is ingetrokken, maakt geen deel uit van de beraadslaging. Is dan voor het overige, het hele pakket van de programmabegroting, de meerjarenraming en het investeringsschema ook voldoende besproken wat u allemaal betreft. Dan gaan wij over tot de besluitvorming zoals die bij agenda punt 5 is geamendeerd. U weet in dit soort situaties dat we eerst over de amendementen besluitvorming plegen, dan het voorstel vaststellen en daarna de moties. Eens even kijken. We hebben van de amendementen dan alleen amendement 5.2 nog ter besluitvorming. Een tekst is gewijzigd. Er staat nu in 2018 en niet meer structureel een bedrag van €24.000 op te nemen. En dat betekent dat dan ook de zinsnede en vanaf 2019 te verwerkende meerjarenbegroting ook vervalt in de tekst. Dat is de tekst waarover nu besluitvorming gaat plaatsvinden. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen over de stemming over dit amendement? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de stemming. Wie wenst geacht te hebben voorgestemd voor deze motie? Dat is de CDA-fractie, neem ik aan. Andere fracties niet. Dat betekent dat er geen meerderheid is voor dit voorstel, waarmee het is verworpen.
Dat levert dus geen wijziging op in de aan u voorgelegde stukken. Ik denk dat we dus ook niet apart dan nu nog over het programma begroting, de meerjarenraming en het investeringsschema hoeven te besluiten. Dus ik stel u voor om dat in één besluit mee te nemen. En is iemand over dat pakket aan stukken nog een stemverklaring af te leggen alvorens tot stemming over te gaan? Meneer Meerdink. Ik ben blij, voorzitter, dat wethouder Kok 11:58 nog gezegd heeft dat de woningbouwplannen niet in beton gegoten waren. Anders zou ik hebben tegengestemd. Dank u. Dank u wel. Andere stemverklaringen? Niemand? Wenst iemand geacht te hebben tegen deze voorstellen te stemmen? Dat is niet het geval. Dan zijn die stukken met algemene stemmen aanvaard. Dan hebben wij nog van de moties aan de orde. Even de stukken er goed bij pakken. Motie 5a, dat gaat over het wifi-voorstel. Is iemand daar een stemverklaring over af te leggen? Niet het geval. Wenst iemand geacht te hebben tegengestemd? De fractie van HNV stemt tegen. Verder is iedereen voor, dan is hij met meerderheid aanvaard. Al dus besloten. Even kijken, de motie 5b. Is iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Meneer Wessels. Ja, gezien dat het ons verstrekkende amendement is verworpen, steunen wij deze motie, zoals ik trouwens ook al in mijn bijdrage heb laten blijken. En ondersteunen wij dus die motie over muziekkorpsen zoals opgesteld door GB, CU en PP. Dank u wel. Dank u wel. Geen anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Mensen die iemand geacht hebben tegengestemd tegen deze motie? Niemand? Dan is die met algemene stemmen aanvaard. Daarmee hebben wij de besluitvorming bij agendapunt 5 afgerond en zijn we toe aan agendapunt 6. Dat is een hamerstuk. Wenst iemand een stemverklaring daarover? Als dat niet het geval is, dan stemt u met dit voorstel. Al dus besloten. Bij punt 7 is aan de orde aantekeningen van de rondetafelgesprek op 24 oktober van dit jaar. Daar zijn geen opmerkingen binnengekomen, dat kunnen we zo vaststellen. Dat is het geval. Al dus besloten. En alvorens ik de vergadering sluit, roep ik u op om nog even na te praten. En daarbij is ook een hapje en een drankje aanwezig. Dus we kunnen nog even de avond met elkaar op een goede wijze afronden. Want de begroting is vastgesteld en dat geeft goede moed voor het komend jaar. Ik dank u en voor straks wel thuis. De vergadering is gesloten.